zoek naar iemand die ervaring heeft met Binance. Nou, dat heb ik wel. Ik zal je wel bekennen, Binance is de laatste jaren enorm gegroeid. Dus er kan een heleboel op Binance. Dat gaan we niet nu allemaal doen. Vandaar dat het ook de basic Binance heet. We gaan even de meest basale onderdelen van Binance bekijken. Wat mij betreft ga ik proberen om tussentijds, want ik ga best wel het een en ander laten zien en dat zal ook best wel snel gaan. Probeer het langzaam te doen in ieder geval. En ik zal ook wel eens wat termen gebruiken. Meestal licht ik die toe. Maar als ik nou wat dingen zeg dat je denkt, nou wat is dat dan? Gooi het meteen in de... Wat? Oh. Zeg je? Oh, lekker warm, koelt wel weer. Oké, dankjewel. Heb je een vraag, gooi je meteen even in de chat. Dan kan ik hem meepakken. En ik weet niet, volgens mij kan je ook wellicht een handje opsteken hier. Maar gooi hem in ieder geval even in de chat. Dan pakken we meteen wel mee. Ga ik even mijn scherm delen. Ik heb een paar slides gemaakt om even wat structuur te geven. En dan gaan we van start. Even de testvraag. Zien jullie mijn scherm? Ja, oké. Dan zal ik hier even starten met de presentatie. Dan blijft hij natuurlijk op loading staan. Nou, daar is hij. Nou, Binance demo. Ja, Wim zei het al even, ik heb ook een Facebookgroep, net als Wim, CryptoWares. Ik kan er even op zoeken op Facebook. Je bent welkom, ik deel daar allerlei nieuwsberichtjes. Ik werk hoofdzakelijk als trainer-coach op het vlak van crypto en blockchain, maar ook op het vakgebied van projectmanagement. Mijn dagelijkse werk is freelance ICT-projectmanager. Momenteel ben ik voor de Nationale Politie in Nederland aan de slag. Ik heb bij allerlei partijen al gezeten. En je ziet daar ook groot staan BTA Protocol. En dat zie je ook achter mij staan bij dat plaatje. Ik ben ook betrokken bij een initiatief dat heet de Blockchain Training Academy. Daar staat dat BTA van BTA Protocol voor. De naam zegt het al. Daar kan je allerlei opleidingen ook vinden rondom blockchain en cryptocurrencies. Wat de agenda betreft voor de avond wilde ik jullie even vragen om in de chat even wat ideeën die jullie hebben van oké, wat verwacht ik nou wat we gaan bespreken bij of over Binance. Dan kan ik daar dat in ieder geval even lezen en kijken of ik dat, als het er nog niet in zit, alsnog in kan verwerken. Dan wel kan aangeven van hey, dat wordt hem even niet nu. Dus gooi daar gerust even wat in als jullie willen. Ik zie in ieder geval al staan... mijn BTC-wallet van Binance, als iemand daar naartoe wil storten, wat geef ik door? En zit er een termijn aan de tijd die voor de transactie staat? Is de fee te beïnvloeden? Gebruik Binance Card. Met name in- en uitbetalen, exchange, de basics dus. Oké. Historie van aankopen. Oké. Gebruik card. DNB en Binance, ja, ook een leuke. Eruit halen, dan denk ik even dat daar wordt bedoeld... euro's eruit halen, maar misschien ook wel cryptocurrencies eruit halen. Koersen in euro's. Oké. Nou, tik geld eruit halen naar Exodus. Tik gerust door. Ik heb in ieder geval even gelezen wat er tot nu toe in is gezet en ik zal zo nog even kijken. Ik denk dat een hoop hiervan wel aan bod gaat komen. Wat ik ook... wel even mee wilde nemen. Ja, want ik kan u natuurlijk meteen naar Binance gaan en daar een verhaal vertellen. Maar ik denk, ik doe eerst een klein stapje ervoor. Cryptocurrencies is natuurlijk een relatief nieuw onderwerp. In ieder geval is het een onderwerp waar veel geld in omgaat. Steeds meer geld in omgaat. En helaas, waar veel geld zit, zitten ook criminelen. Dus er zijn ook mensen op zoek om geld afhandig te maken. Nou, dat kan gebeuren door een slechte trade te doen. Door de top te kopen en in een dal te verkopen. Maar dan heb je het nog aan jezelf te danken. Maar er zijn wel wat dingen waar je qua veiligheid even op moet letten. Rondom het traden op een exchange en met crypto's bezig zijn. Dus daar vertel ik even eerst wat over. En daarna dan duiken we gewoon Binance in. En dan laat ik het een en ander zien. Heel vol plaatje hier. Ik loop het even langs. Ik zal de slides ook delen met Wim. Ik maak er wel even een pdfje van. En die kan het dan delen in de groep. Ja, hier staat een afkorting. Ik weet niet of iemand hem toevallig kent, maar dat staat voor Problem Exists Between Keyboard and Computer.
Dus denk dan even na over, en chair herstel. Dus between keyboard en chair. Dat is een term die ze wel eens gebruiken bij de service desk, ICT service desk. Als er iemand belt, dan gaat iets niet goed. Ja, waar gaat het mis? Nou ja, tussen het toetsenbord en de stoel. Ja, en wie zit daar? Nou ja, de gebruiker. Er zijn mensen die geven wel een goed wachtwoord in een systeem, maar plakken bijvoorbeeld dat wachtwoord daarna met een post-it aan hun monitor. Of met een post-itje onder hun toetsenbord. Of dat soort gedrag. Ja, dat is qua veiligheid niet heel verstandig. Want iemand ziet dat hangen, die kan er zo in. Dus daar zou ik even oppassen. E-mailadres. Als je een account aanmaakt bij een willekeurige exchange, of nou Binance is of een andere, kan je natuurlijk je dagelijks mail gebruiken. In mijn geval bijvoorbeeld wjdlut@hotmail.com. Die gebruik ik voor een hoop dingen. Zou ik niet doen. Je kan ook gewoon een nieuwe account aanmaken. Met een naam die niet aan jou per se gelieerd is. Iets algemeens. Wat nog vrij is. Bijvoorbeeld ProtonMail. Kan je zo een gratis account aanmaken. Die is veilig. Die je alleen gebruikt voor die exchange. Want je geeft een hacker al, als jouw normale e-mailadres overal in omloop is en op lijsten staat, dan geef je je e-mailadres al weg. Dat is al een veiligheidsstapje 1. Dus gebruik daar iets voor wat. En dat kan je overigens ook. Ik heb zelf op meerdere exchanges accounts. Ik heb ook meerdere e-mailadressen. Ik log niet met dezelfde e-mailadressen in op andere exchanges. Dat is ook een klein stapje. Is in het begin even onhandig, maar als je daar aan gewend bent. Wachtwoorden, ook een mooi onderwerp. Ik zag laatst een mopje voorbij komen van zo'n kantoorsetting. Van, hey, ik weet mijn wachtwoord niet meer. En dan zei iemand van, ja, hoe lang werk je hier nou? Nou, zoveel jaar. Oh, dan kan je het uittellen. Dan is het welkom. En het was ooit welkom 1. Nou, welkom 17. Oké. Okay. Ja, nou, dat zou ik ook niet doen. Wachtwoorden maakt er ook wat moeilijks van. En er zijn wel wat tips in. Bijvoorbeeld neem een zinnetje. Dit is een hele leuke cursus, bij wijze van. Pak daar de eerste twee letters van elk woord. Voeg er nog een cijfertje aan toe en een tekentje. Bijvoorbeeld een 3 en een sterretje of een uitroepteken. En dan is die al ontzettend moeilijk om te hacken of te raden. En gebruik eventueel ook hulpmiddelen. Ik heb hier KeePass even bijgezet. Vind ik een goeie. Er zijn er nogal meer. LastPass is er ook een goeie. Dat is gewoon een stukje software die genereert wachtwoorden voor jou. En die kan ze ook bewaren, zodat je ze niet allemaal hoeft te onthouden. Dus dat is ook nog een tip. Gebruik two-factor authentication. 2FA, zo korten ze dat vaak af. Wat je normaal doet, je logt in met een wachtwoord en je logt in naam. En dan ben je er. Maar als je 2FA, two-factor authentication, aanzet, dan moet je ook nog een getalletje ingeven wat gegenereerd wordt. Bijvoorbeeld met Google Authenticator. Of met een sms, dat je een sms'je toegestuurd krijgt. Mijn voorkeur zou zijn Google Authenticator en niet een sms. Want ook telefoonnummers zijn te stelen. Als iemand zich voordoet als jou en die belt jouw provider op. Stel bijvoorbeeld in Nederland KPN en die zegt, nou, ik ben Wesley. Ik heb deze, dit is mijn leeftijd, daar woon ik. Nou, dat is informatie die je kan vinden online voor een heleboel mensen. Ik ben mijn simkaart kwijt. Kun je nieuwe opsturen naar dit adres? Nou, hopelijk controleren ze dingen, maar zo niet, nou ja, kan het zomaar gesimswapt zijn en dan heeft iemand jouw nummer. En dan krijgt die het paswoord. Dus heb je geen keus, dan is een sms'je prima om die ook te oppakken, maar ik zou zeggen, anders doe Google Authenticator. Not your keys, not your coins. Wat zoveel inhoudt, ik zal er niet al te diep op ingaan, maar munten die jij hebt staan op een exchange zijn niet van jou, die zijn van de exchange. En dat is een beetje een mindset ding. Het geld wat jij op de bank hebt staan, geldt hetzelfde voor. Het geld is niet van jou, dat is van de bank en jij hebt een vordering op hun. En nou ja, je kan het opnemen, dan gaan ze het jou uitbetalen. Dus je hebt wel recht op iets, maar zij hebben het voor het zeggen. Of ze het je wel of niet geven, ze kunnen het ook blokkeren. Munten die dus op een beurs ook staan, ja. Er zijn wel beurzen gehackt. En ja, hopelijk. Dan moet ik zeggen, Binance is een hele grote. En die staat ook wel goed bekend. Als daar een keer wat zou gebeuren, is de kans groot dat je, als jouw munten toevallig weg zijn, wel het terugkrijgt. Maar goed. Wat ik er in ieder geval mee wil zeggen, als je gaat handelen, prima. Maar zet ook niet meer dan daar neer dan waarmee je handelt. En heb je bijvoorbeeld winsten, haal die er gewoon af. Zet die in een wallet.
Je ziet hier wat voorbeelden. Electrum is een stuk software wat je op je PC kan installeren. Trust Wallet. Ik zag net al even voorbij komen. Even kijken. Ik zag er net, ja, Exodus. Dat is deze. Dat heb ik er ook bij staan. Dat is ook een goeie. Je kan ook een hardware wallet nemen. Zo'n stickje. Bijvoorbeeld van Ledger. Lijkt een beetje op een USB-stick. Trezor is ook een merk daarin. Dan kan je dus op een alternatieve manier opslaan dan op een exchange. En dat is een stuk beter. Veiliger. Deze hoort hier volgens mij niet te staan. Dan heb ik nog VPN staan. Dat heeft dus met de verbinding te maken die je gebruikt. Je kan via een VPN gaan, dat is veiliger. En antivirus. Het is een heel bazaal iets voor je computer. Maar ja, hoe kwetsbaarder jouw PC is. Er zijn bijvoorbeeld... Er is malware wel eens geweest. Dat als jij dan een adres van een wallet kopieert. En daarna plak je hem. Is die net iets aangepast. Hij lijkt er wel op. Maar dus dat heeft de software stiekem op de achtergrond gedaan. Dan denk jij iets over te maken naar een bepaald adres. Een walletadres. Maar het is net veranderd. Dat naar een adres wat er heel erg op lijkt. Maar niet van jou is. Dan heb je een probleempje. Dus ook gewoon de basale stappen ten aanzien van de veiligheid van je PC. Belangrijk. Hou je antivirus gewoon ook bij. Dus het zijn even wat algemene tips die ik mee wilde geven. Zijn hier vragen over? Ik heb een vraagje, Wesley. Ja, ik zie even niet wie het is, maar maakt niet uit. Kom er maar in. Annelies, de two-factor authentication. Ja. Audi ook een goeie? Ja, dat is ook prima. Ja? Ja. Voorkeur is Google. Nou, Google Authenticator, omdat het van Google is, gebruiken veel mensen dat. En die app wordt wel goed ondersteund. Het principe is hetzelfde. Ze genereren gewoon een uniek nummertje, hè, op basis van het moment. En dat is heel lastig dan wel niet na te maken door iemand. Dus Audi is ook goed. Ja. Oké, dankjewel. Ik heb een vraag. Adriaan is mijn naam. Oh. Als je Google Authenticator gebruikt, heb je dan een probleem als je je telefoon verliest? Nou, dat ligt weer een beetje aan je eigen gedrag. Ik heb het een keer gehad dat mijn telefoon kapot was. En ik heb, ik geloof, een stuk of 50 van die dingen. Van die codes. Dus de eerste keer dat ik dat had, was mijn gedrag, kwam ik achteraf. Dus achter ook niet helemaal handig. Want als je zo'n ding maakt, dan zie je zo'n QR-codetje. Die bliep je dan. En dan staat er zo'n dingetje in je app. Nou, mooi. Is je telefoon kapot en je wil inloggen? Ja, dat gaat niet. Nou ja. Als je in die situatie zit, meestal komt het wel gewoon goed. Dan moet je, bijvoorbeeld Binance heeft er gewoon een proces voor. Dan kan je zeggen, hey, ik ben mijn two-factor authentication verloren. Kunnen jullie hem resetten? Nou, dan gaan ze dingen vragen als, joh, wat zijn de laatste transacties die je gedaan hebt? Of ongeveer hoeveel staat er van wat? Hè? Want ze willen dan een beetje challengen, jou uitdagen van, ben jij dit al echt? En uiteraard willen ze alleen mailen met je op jouw e-mailadres wat je daar gebruikt. In een optimaal geval ben je een aantal dagen en soms een paar weken je toegang kwijt. En dan wordt het wel weer gereset, halen ze hem eraf. En dan kan je weer inloggen en dan kan je hem weer opnieuw maken. Mijn advies, dat is de les die ik toen heb geleerd. Zo'n applicatie als KeePass of andere, daar kan je ook een plaatje in opslaan als een bijlage. Dus je kan ook even een screenshotje maken van dat 2FA dingetje. En dat bewaren, want dan kan je hem gewoon later weer opnieuw inlezen. En sommige sites die doen dat netjes. Die doen en het plaatje, maar ook een string met letters en cijfers. Dat is eigenlijk hetzelfde. Die QR-code is een visuele weergave, maar die cijfers en letters staat hetzelfde. Als je dat stringetje opslaat, dus dat plakt bij jouw wachtwoord wat je opslaat, bijvoorbeeld in KeePass, dan kan je altijd dat 2FA ook weer herstellen. Dus dat was mijn les van toen. Ook altijd die 2FA even bewaren, want dan kan je zo snel mogelijk er weer in. En als je het heel veel doet, dat is nog weer een stapje verder. Dan kan je natuurlijk ook bijvoorbeeld een oude telefoon die je nog hebt, die nog wel op zich werkt, kan je ook altijd even meebliepen. Dan heb je het gewoon op 2 telefoons staan. Maar dat is natuurlijk een keus. Als je 2FA ingesteld hebt, kan je die op een later moment ongedaan maken? Ja, als jij gewoon kan inloggen, dan kan je... Ik laat zo meteen bij Binance even zien waar dit zit. Dan kan je het gewoon uitzetten of weer aanzetten. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Allright. Gaan we verder. Dan gaan we naar Binance. Ik denk ik grijp de kans even aan om er nog wat termen in te gooien.
Binance wordt als categorie exchanges wel een centralized exchange genoemd. Oftewel een, ja, een CX, SEX. Ja, dat klinkt een beetje raar als ik het zo zeg, maar een centralized exchange. Het is dus gewoon één bedrijf die biedt de dienst aan. Nou ja, kom in mijn winkeltje en ga traden met verschillende pairs. Bijvoorbeeld euro tegen bitcoin, of bitcoin tegen ethereum, of litecoin tegen doge, wat je wil, allerlei muntjes. Dat is een gecentraliseerd bedrijf. Je hebt ook de term decentralized exchange, en dat heet dan een DEX. En dat is het laatste half jaar, drie kwart jaar, zijn die meer en meer in opkomst. Daar zit niet een centraal bedrijf achter. Uniswap is daar een voorbeeld van. Voordeel bijvoorbeeld van zo'n Uniswap is dat je daar ook geen KYC hoeft te doen. Dus Know Your Customer. Dus daar gaan zij niet jouw info bewaren. Heeft ook zijn nadelen. Gaat er iets mis bij een Uniswap? Ja, je kan niet even een mailtje sturen of even bellen. En dan moet ik zeggen, Binance is ook niet altijd het snelst als er wat is. Maar ja, er is wel een partij die je aansprakelijk kan stellen. En waar je contact mee kan hebben. Dus, ik denk die termen gooi ik er ook nog even in. Dan gaan we naar Binance toe. Nou, dit is de volgende. Even kijken. Nou, wat je hier nu ziet, ga ik zo meteen even uitleggen. Dan ga ik er even doorheen, maar ik ga eerst even een beetje naar rechtsboven toe. Dit ziet er wellicht allemaal best imponerend uit als je er niet zo mee bekend bent. Een hoop kleurtjes en dingetjes die bewegen. Maar we lopen het zo gewoon even langs. Hier rechtsboven zitten al een aantal opties die wellicht handig zijn. Ik heb hem standaard op English staan, maar je kan er gewoon op klikken. En dan zie je welke mogelijkheden er zoal zijn. Ik had het eerlijk gezegd nog nooit gedaan, maar ik denk, laat ik me even voorbereiden. Ik zoeken en zoeken, maar Nederlands staat hier niet bij, wel Vlaams. Dus nou ja, oké. Okay. Ik denk dat de Vlaamse populatie groter is hier dan de Nederlandse dan blijkbaar. Maar ik kan hem dus gewoon op Vlaams zetten. Ik moet zeggen, dat lijkt voor wat ik hier zo zie allemaal verrassend veel op Nederlands. Maar op een ander onderdeel kwam ik wel weer Nederlands tegen, dus ik weet niet helemaal waar dat erin zit. Maar dat kan je dus gewoon aanpassen. Ik zet hem weer eventjes terug naar English. Anders ga ik her en der misschien iets benoemen met een andere term dan ik het gewend ben. Hier zie je overigens ook, ik zag net een vraag voorbij komen, kan ik het in euro's zien? Nou ja, ik heb ze nu op USD staan, oftewel dollars. Maar je kan hier ook zeggen, ik wil als currency, als munteenheid, euro hebben en euro's zien. Nou, kan je ook op klikken. En dan gaat hij dat waar van toepassing meenemen. Je ziet hier nu price in euro staan bijvoorbeeld. Nou is dat wel logisch, want ik had hier het paar. Je ziet hier staan dat dit paar wat ik gekozen heb, dat zie je hier ook nog een keer, de munt EOS tegen euro is. Ja, Wesley, waar deed je dat zo snel? Rechtsboven. Ja. Heb je de taal. Ja. Kiezen, en ook de munteenheid. Daar stond bij mij USD, maar dan kan je gewoon op klikken en dan kan je een andere kiezen. Oké. Okay. Nou, ja. Wat je hier ook hebt, helemaal rechts, zo'n tandwieletje, dat is over het algemeen iets van instellingen, is kleuren. Ik heb deze nu in het donker staan, dat vind ik prettig. Als het wit is, wit geeft veel licht. Maar ja, sommige mensen vinden dat witte juist prettig, dat kan je doen. En je kan ook nog de layout wat veranderen als je dat wil. Moet je maar eens mee spelen als je dat interessant vindt. Je hebt hier nog download zitten. Wesley, even een vraag. Dat tandwieletje, ja. Dat staat er bij mij niet op. Dat is bijzonder. Heb jij het tandwieletje verwijderd? Nee, ik heb niks verwijderd. Nee, grappig. Oké, wellicht heb je hem dan op een andere instelling staan. Dat kan. Hè? Ik kan eens even kijken als ik hem op andere... Ja. Wesley, het zou kunnen zijn. Koen, zit jij... Via een tablet dat te doen of via een pc? Nee, via een laptop. Een laptop. Oh, dat is heel raar, want dan zou je hem toch moeten hebben. Ja. Ja, nou ja, misschien dat we dat hierna nog even kunnen doen. Dat jij even jouw scherm deelt en dat we even meekijken of zo. Goed. Misschien even meedenken, maar in principe zou het er moeten staan. Kijken we zo nog even. Er is ook een app.
van Binance. Die is ook best goed. Het is natuurlijk wel, als je dit soort informatie, zoveel als je hier ziet, als je dat naar een telefoonschermpje wil vertalen, ja, dat is ook druk. Maar ja, goed, ze weten, als je een beetje weet wat het allemaal is, het best goed erin te zetten. Dus die app, die kan je, nou ja, via dit scannen ga je naar de App Store en kan je die downloaden. Alerts, soms krijg je meldingen hier te zien. Nou, dan heb je hier eentje, je profiel. En dat is wel even een relevante. Wat je hier bijvoorbeeld ziet, en dan ga ik eventjes naar dit onderdeel toe. Your trading fee. Afhankelijk van hoeveel je trade bij Binance kan je korting krijgen op je fees. Een fee is dus een vergoeding die jij betaalt als je een trade doet. Dus stel ik koop voor 100 euro aan Bitcoin. Dan gaat daar in dit geval, zoals die nu bij mij staat, 0,075 gaat daarvan af. Dat verdient de exchange, dat verdient Binance. Ik heb nu aanstaan, die staat hier, using BNB for fees. BNB is een eigen token van de exchange Binance. Als je daar wat van koopt en je zet dit aan, dan krijg je wat korting op de fees. Want als ik dit nu uitzet, dat doe ik door gewoon te klikken, zegt hij nog wel, weet je zeker dat je dit wil? Ja, ik zet het even uit nu. Of, nou, dat doet hij blijkbaar ook nog moeilijk over ook. Hij wil het niet. Nou, hij heeft het wel gedaan. Oh, crap, ik ben te gehaast. Kijk, dan zie je dat het 0,1% wordt. Dus je krijgt een korting van een klein beetje als je het via hun munt gaat doen. Nou ja, waarom niet? Hè? Dan koop je hun munt en dan krijg je wat korting op de fees. Dat geeft meteen ook bestaansrecht aan hun munt, die overigens heel veel meer waard geworden is de laatste maanden. Maar dat is wel even aardig om te weten, die fee-structuur. Nou ja, en je ziet hier staan, to upgrade to VIP 1. Ja, dan moet je een 30-day trade volume hebben. Dus 30 daags volume van 50 bitcoin. Dan word je VIP 1. Nou ja, ik trade wel wat, maar ik heb ook gewoon een leven en een baan, et cetera. En 50 bitcoin, zeker met de waarde van een bitcoin nu, dat trade ik niet. Maar dan kom je dus in een andere categorie bij hun. En dan kan je meer korting krijgen op die fees. Maar dit is dus even goed om te weten ten aanzien van die fees. En het is wel een aanrader om, ja, om dit te doen, want dat bespaart je gewoon een kwart van je fee. En elke fee die je betaalt, die je kan besparen, ja, of een deeltje ervan, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Ik denk dat ze al genoeg verdienen. Dus dat even over dit stukje. Bij profiel heb je ook, ik zat nu op de bovenste, als je eentje naar beneden gaat, heb je security. Ik gaf net in mijn voorstukje, had ik het al even over 2FA, two-factor authentication. Nou, dat zie je hier staan. Hier staat dus die Google Authenticator. Nou, hier kan dus ook enable staan. Ik heb hem aanstaan, dus daar kan je hem disablen. En dan kan je hem ook weer aanzetten. Ik heb Authenticator en sms'jes aanstaan. Dus je kan voor sommige dingen, als je geld opneemt, beide doen. Dus en die Authenticator en dat ze een sms sturen. Dan heb je dubbel. Nou, dat zit dus dat zit hier. En als je een account aanmaakt, ja, weet ook dat je, als je met euro's wil gaan werken, wat ze dan fiat noemen, fiat geld, dan moet je wel ge-KYC'd worden, know your customer, dus dan moet je je ID-kaart of je paspoort foto van uploaden en dat soort dingen. Dan doen ze over het algemeen vrij rap. Dat is ook in hun belang natuurlijk, ze willen dat jij gaat traden daar. Maar doe je dat niet, want ik heb jarenlang deze exchange gebruikt, alleen ik gebruik nooit euro's, want je kan, zal ik zo laten zien, euro's vanaf je bankrekening naar hier sturen. Maar je kan ook crypto's hier naartoe sturen. Dus een bitcoin of een half of een tiende bitcoin of een ether. Ja, en dan hoef je geen verificatie te doorlopen als je alleen maar crypto's inlegt. Dus dat is wel grappig, vond ik. Dat je, als je dus met fiat aan de slag gaat, ja, dan willen ze echt weten wie erachter zit. En ik geloof tot 2 bitcoin kan je werken. Dat ze, als je crypto's inlegt, dat je niet hoeft te worden verified. Dus dit is even over de two-factor authentication. Mag ik even wat vragen? Jazeker. Want vanaf een Nederlandse exchange kan je hier nooit naartoe als je niet ge-KYC'd bent op deze site, denk ik. Je kan geen bitcoins sturen. Dan moet je weer in een adresboek komen bij Bitfavo en dat soort klanten.
Nou ja, dat ligt er even aan. Hè. Recentelijk, een beetje zo eind vorig jaar, is dat allemaal actief geworden met de anti-money laundering en de KYC. Dat je het adres waar jij bitcoins naartoe stuurt, bijvoorbeeld van bitcoin, moet je dan laten goedkeuren, zeg maar. Dat je laat zien, ja, daar kan ik bij, dat is mijn adres. Alleen als jij al bitcoin hebt op een wallet, dus die heb je misschien bij wijze van een jaar geleden al gekocht, in een eigen wallet, bijvoorbeeld een Ledger of een Exodus wallet op je PC, die kan je gewoon hier naartoe sturen. Ja, hier naartoe wel, ja, dat lukt. Ja. Maar vanaf Bitfavo, dan moet je dus aantonen dat je, zeg maar, dat account waar jij naartoe stuurt ook echt van jou is. Ja, klopt. Dus ja, als jij hier niet KYC bent, ja, dan zal... Ja, dat klopt. Dus wil je met euro's hier werken, dan moet je hier KYC zijn. En je moet ook KYC, know your customer. Je moet je bekend gemaakt hebben met je paspoort bij de Nederlandse partij en ook hier. Ja, anders dan kan je van de Nederlandse partij hier geen geld, geen bitcoins heen sturen. Dat gaat je niet lukken. Dat klopt. Oké. Ja. Ik wil zeggen, maar hij was niet gelukt dus. Nee, wat dus wel kan, je kan natuurlijk ook bij andere... er zijn andere manieren, laat ik het zo zeggen. Je kan ook bij een ATM. Hè? Dus je hebt ook van die bitcoin-pinautomaten. Daar kan je gewoon geld inleggen. En dan krijg je bitcoin. En dan kan je ingeven naar welke wallet het moet. Ja, er zit verder geen andere partij daartussen. Maar goed, een beetje het normale werk. Hè? Dus je koopt bij Bitfavo of bij BTC Direct of bij Coinmers of weet ik veel wat voor een site je hebt. Ja, dan moet je aan die kant waar je het koopt, moet je al identificeren. En je moet dan ook nog een keer bewijzen. En ik zal zo wel even laten zien als je hier bitcoin of iets naartoe over wil maken, hoe je dat doet. Maar dan moet je inderdaad een screenshot maken van, dit is van mij. En dat zien ze dan doordat je laat zien, wat ik zo laat zien. Als je daar dan vraag ik me af waar je je eigen gegevens kan zien. Want daar heb ik alles naar zitten zoeken. Maar bijvoorbeeld hoe je heet. Dat. Ja, alleen... Kijk, je hebt hier natuurlijk je profiel staan. En ik heb nu hier... de dingen eventjes uitgezet dat je ziet wat hier allemaal staat. Maar wat je nog meer kan vinden, ja, dat is een goede vraag. Ik had een kaart en die wou ik bestellen. Er stond van de borg in plaats van de berg. Ik denk, dat klopt niet. Typfoutje gemaakt, ja. Maar je kon niet meer terugvinden waar dat stond. Ik denk, nou ja. Ja, goede vraag. Ik moet zeggen, ik zag de kaart voorbij komen. Dan moet ik even wat mensen teleurstellen in de zin van... Ik heb niet zo'n kaart en ik weet ook niet hoe dat werkt. Want ja, dat hangt een beetje samen. Ik heb me nooit erin verdiept hoe die kaart werkt. Hij haalt gegevens uit je account natuurlijk. Maar ja, als dat daar verkeerd staat, ja. Ja. Ja, nee, ik weet zo niet waar nog meer de gegevens staan die jij invoert. Want je moet inderdaad wel alles vertellen. Voornaam, achternaam, adres. Dus ja. Waar is het? Ik zal nog wel eens even gaan speuren. Als ik nog wat vind, dan gooi ik het wel even in de groep bij Wim. Prima. Ja. All right. Even kijken. Ik sla even één dingetje over. Orders. Maar ik ga even naar wallets. Dat zijn dus zeg maar, ze noemen het wallet, de portemonnee die je hebt voor verschillende tokens. Hier zie je munten die ik dan heb. En normaal als ik show balance doe, dan zie je hier natuurlijk staan hoeveel. Het zijn dus allemaal munten die ik heb. Ik heb nog wat meer pagina's, dus ik heb van alles zoals je ziet. Dit geeft een overzicht van je fiat en je spot. En spot is, dat zijn allemaal crypto's, maar het fiat, ja, je ziet hier niks over euro's staan. Nou, dat klopt. Ik leg hier nooit euro's in. Ik trade ook niet met euro's. Maar dat is misschien een mooi bruggetje, dat zal ik zo even laten zien. Wat ik hier wilde laten zien, als dit is wat ik heb in dit geval, en ik zou wat willen met Theta, ik heb er een aantal, anders zou die hier niet staan, en dan kan je vanuit hier meteen al dingen gaan doen. Ik kan meer gaan kopen, ik kan iets gaan storten, dus als ik op een andere exchange bijvoorbeeld Theta heb, kan ik een deposit doen. Ik kan het ook withdrawen, dus ik kan het ook opnemen naar een andere exchange of naar een wallet. Ik kan ook traden. Nou ja, als ik daarop klik, dan laat hij meteen zien van, je kan in dit geval de token Theta tegen BNB, de Binance Coin, traden, maar ook tegen BTC of tegen Ether of tegen Euro of tegen USDT. Dat is een soort crypto variant van de dollar. En je ziet ook nog een optie staan, Earn. En dat zie je niet overal staan, hè? Bijvoorbeeld bij deze niet en die niet en deze weer wel.
Binance biedt ook mogelijkheden dat als jij bepaalde muntjes hebt, maar je doet er verder even niks mee, om die even vast te zetten. En dan kan je een soort rente krijgen. Kan interessant zijn om eens te bekijken. Ik ga er nu even niet verder op in, maar weet dat het er is. Kan je dat eens bekijken. Wat dat oplevert en als je dat wil. Wat ik bijvoorbeeld gedaan heb, ik heb wat DOT, Polkadot. Ik denk, nou, dat is volgens mij wel een aardig muntje. Heb ik al een tijdje, die hou ik vast. Ja, dan kan je ervoor kiezen om die ook vast te zetten hier voor een periode. En dan krijg je er ook nog rente op ook. Maar ja, dat is mooi. Bij dat soort dingen moet je altijd wel even opletten. Hoe makkelijk krijg ik het er ook weer uit? Ik heb wel eens ergens iets vastgezet. Dan had ik dat niet zo goed gelezen. Toen wilde ik die munt gaan verkopen. Dus ik denk, nou, ik haal ze weer uit dat rentepotje. Ja, daar zat alleen 21 dagen tussen. Dat duurde 21 dagen voordat het er weer uit kon. Dat had ik niet helemaal voorzien. Maar ja, aldoende leert men. Dus dit zijn de dingen die je allemaal hebt. Stel nou dat je met euro's wat wil. Wesley? Ja? Wat wordt bedoeld met converteren, weet je dat? Ja, nou, die zit hier ook. Ik zal hem even aanklikken. Je kan gaan handelen, dus echt naar de exchange, wat ik zo meteen ga laten zien, hè, waar we binnenkwamen met al die toeters en bellen. Mm-hmm. Dat is best complex. Je kan ook zeggen, ik wil, ja, dat noemen ze dan converten. Het is eigenlijk ook gewoon een trade, een market trade. Van ik wil iets omzetten in iets anders. Nou, je ziet hier, ik heb hier 401 USDT, dus dollar. En die kan ik omzetten in, nou ja, kies maar wat. Hè. Ze hebben van alles bij Binance. Stel, ik wil het naar Uniswap omzetten. Dat is zo'n decentralized exchange waar ik het net even over had. Dan kan ik zeggen, nou, dit wil ik. Dan zegt hij preview conversion. Dus doe maar even een voorbeeldje hoe dat eruit zou zien. Nou, prima. Dan laat hij zien. En dan moet ik ook snel reageren als ik dit wil. Want die tijd, of de prijs fluctueert natuurlijk. Maar nou, dan krijg je dan 9,88 uni voor. Wil je dat? Nou, dan kan je meteen zeggen pats. Dus dit is eigenlijk een soort binnendoorweggetje om even snel iets in iets anders om te zetten. Zonder dat je echt naar het paar gaat en een trade gaat plaatsen, wat ingewikkelder is. Dus dit is eigenlijk convert, het omzetten van het een in het ander. Dat okay. Kan van alles in van alles. Je kan ook zeggen, ja, ik weet niet eens wat. Basic Attention Token wil ik omzetten in Pax. Nou, hè, dat zijn twee verschillende tokens. En hoe die dat doet, hè, misschien zet hij het op de achtergrond die bet eerst al om naar dollars en daarna koopt hij met dollars Pax. Dat halen ze allemaal bij je weg. Maar dan kan je gewoon in één keer het omzetten. Van bitcoin naar euro kan ook. Dat denk ik wel, ja. Bitcoin. Ja, dat kan ook. En dus wil jij gewoon af en toe eens wat bitcoin hier naartoe overmaken. En in dit geval zeg ik bitcoin naar euro. Hè, dus verkoop ik bitcoin. Maar je kan hem ook andersom doen natuurlijk. Je kan ook zeggen, nou, ik wil euro omzetten naar bitcoin. Nou heb ik hier 0, maar stel ik had 100 overgemaakt. Nou, dan kan ik zeggen, doe maximaal. Of als ik 100 heb, doe maar 50. Doe even een preview. Wat krijg ik dan? Nou, in dit geval 0,001. Ja, lijkt me goed plan. Omzetten. En dat is een hele eenvoudige manier van eigenlijk een trade doen. In dit geval kan die niet, omdat het staat natuurlijk... Wat is het verschil met gewoon kopen, met buy? Of niks? Of zit het in de fee? Nee, er zit geen verschil in als je... Ik zal zo even laten zien hoe het zou werken als je het vanuit de exchange echt doet. Ja. Maar er zit geen verschil tussen een market buy en dit in. Oké. Okay. Alleen dit is qua interface, hè, dus hoe het werkt, veel eenvoudiger en veel sneller. Ja. Dus dit is gewoon, oh, ik wil even dit kopen, pas, klaar. Niet al te moeilijk doen. Yes. Hoe kwam je daar ook alweer, zei je? Hier bij trade heb je convert. Dus er staat ook onder the easiest way to trade. Ja, dus het is ook gewoon een trade, maar veel eenvoudigere interface. Hè, veel makkelijkere manier van werken dan exchange. Maar goed, exchange heeft weer wat meer mogelijkheden. Oké, stel even, wij willen euro's gaan inleggen, want daar willen we mee gaan traden. Nou, dan zie je hier een aantal opties. Hij staat, omdat ik op euro klikte, al meteen op fiat. Ik kan ook crypto inleggen. Ik klik heel even aan, ga zo weer terug, maar dan... Waar we het net even over hadden, stel ik wil bitcoin hier naartoe overmaken. Nou, dan zie je hier het adres wat hij voor mij heeft gegenereerd. Als je hier een screenshot van maakt,
En dit stuur je dan naar Bitfavo. Dan zegt Bitfavo, oké, okay, dan is het goed. Ik zie dat jij in Binance zit en dat dit gegenereerd is. Dus dat kan. Even een fiat. Stel, ik wil euro's overmaken. Nou, dan heb je een aantal opties. Je kan een SEPA-bankovermaking doen. Stap 1 is dus kiezen welke methode van betalen je kiest. Stap 2 zijn de details. En dan is het continue. SEPA, ja, geef aan hoeveel euro je wil doen. Nou, ja, dan gaat hij daarna nog wat meer vragen stellen. Maar ja, het is gewoon een bankoverschrijving. Takes 1 to 2 business days. Meestal gaat het vrij rap. In ieder geval met Ideal, wat ik ervan hoor. Wat ik al zei, ik leg nooit euro's in eigenlijk tot nu toe. Wat ik dan bijvoorbeeld in het verleden deed, dan koop ik het bijvoorbeeld bij BL3P. Nederlandse partij of zo. En dan maak ik het in Bitcoin over. Of in Ether, of in Litecoin. Bitcoin betalingen en soms zijn Ethereum betalingen ook best duur. Maar goed, nu momenteel, als jij euro's overmaakt van je bankrekening naar Binance, kost het niks. Mits je dit gebruikt. En nul fee, ja, nou, goedkoper kan het niet worden. We doen wat dat betreft alles aan om jou als klant te krijgen. Je kan ook kiezen voor Ideal. Nou ja, dan ga je meteen, stel ik wil 100 hebben. Dan laat hij meteen die fee zien, die stond hier al, 1,30 euro. En dan krijg je dus 98,70 hier in je beeld. Nou ja, kies je bank en dan verder ga je gewoon het Ideal proces in als bij elke andere winkel. Je kan ook een Visa-kaart of een bankkaart. Nou ja, dit is eigenlijk, als je dit verder doorloopt, het normale proces als je iets betaalt met een creditcard. Ja, je vult je gegevens in en weer door. SoFort, ik heb ervan gehoord, ik weet niet wat het is. Ik zie wel dat het suspended is voor maintenance, dus die kan je nu even niet gebruiken. ADV Cash kan ook voor nul fee. En Etana, ik weet niet wat het is, maar kan ook blijkbaar. Dus dit is het grappige. Deze gisteren in voorbereiding op dit, ik denk, ik mag jullie iets vertellen over fiat, maar dat heb ik nooit gedaan. Heb ik er even eentje geprobeerd. 150 even ingeklopt en vervolgens continue gedaan en hem daarna afgebroken. Nou ja, die is blijkbaar nu verlopen. Ja, dat klopt, want ik heb hem niet betaald. Oké, wist ik even hoe dat werkt. Dus dit is hoe je het inlegt. En dit is deposit, dus het storten ernaartoe. Nou, je ziet al daarnaast staan withdraw. Ja, dat werkt hetzelfde. Alleen ja, dan is de SEPA is niet helemaal meer gratis, zie ik. Dan is het 80 cent. Nou ja, valt ook nog te overzien. Ja, en werkt op dezelfde manier. En je kan het ook withdraw naar je Visa. Dus die opties zijn er. Hetzelfde tijd dat het erover doet. Dus zou moeten lukken, denk ik. Zijn daar vragen over? Nee, alright. Dan gaan we door. Een dingetje wat ik ook tegenkwam en wel even goed is om te noemen. Want ik wil eigenlijk even gaan nog zo naar de exchange, maar mijn oog viel ook even op Academy. Ze hebben hier ook onder dit blokje Academy staan. En dan kan je dus allerlei informatie vinden. En hier zag ik grappig genoeg dan wel Nederlands weer bij staan, maar dan weer geen Vlaams. Klik je dan hier op Nederlands. Nou, dan zie je ook meteen dat het verspringt. Blockchain en crypto. Start hier. Wat is het? Dan zie je allerlei onderwerpen. BEP20, dat is dan hun een van de tokens. Of tenminste, een van de standaarden die zij hebben voor hun eigen tokens. Nou, van alles en nog wat kan je hier dus vinden over hoe het allemaal werkt. Allemaal verschillende munten, handleidingen, beveiliging. Ik ga jullie zo bijvoorbeeld iets uitleggen over een stop limit order. Maar je kan het hier dus ook nog weer terugvinden. Ik scroll er even doorheen, maar je ziet al, het is van alles. Dus kijk daar ook eens als je dat interessant vindt. Ga ik naar de exchange. Hij heeft blijkbaar wel onthouden dat bij mij dat Engels is, maar... Mag ik nog heel even iets terugvragen over de aankoopprocedure of de stortingsprocedure? Ja.
Misschien wil je dit eerst doen en daarna maar... Ik had de vraag gesteld van als iemand naar mijn Binance-account Bitcoin wil overmaken. Wat geef ik dan precies op? Waar vind ik dat? En zit er een tijd aan? Want ik dacht dat te zien. En toen dacht ik, nou, ik spreek je toch vanavond. Dus ik vraag het nog wel even. Ja. Nee, ik doe het meteen wel even, want daar hadden we het natuurlijk net over. Kijk, dit is als je fiat, dus de euro's, dollars en zo wil inleggen. Wil jij crypto inleggen? Dus stel, ik wil jouw bitcoin sturen. Dan ligt het er even aan waar vandaan ik jou dat ga sturen. En dan bedoel ik specifiek vanuit welke wallet. Als het bitcoin is wat ik wil sturen, daar staat hij nu al op. Anders kan je hier zeggen van stel, ik wil jouw Ethereum sturen. Dan moet ik hier Ethereum selecteren en dan zie je hier een ander adres verschijnen. Maar stel het is Bitcoin. Nou, dan moet iemand naar dit adres wat gaan sturen. Alleen, daar hadden we het net even over. Als jij dat zelf bent, dan eist, als je dat bij een Nederlandse broker hebt gekocht, dat is bijvoorbeeld Bitfavo of Bitonic, Nederlandse partijen, die moeten van jou zien dat jij ook echt de ontvanger bent. Hè? Dus als jij het naar jezelf stuurt, naar dit adres, willen zij een screenshot hebben van dit. En daarmee toon jij aan, met wat gekke gedachtenkronkels vind ik. Hè? Want ik kan ook jou een screenshot van mij sturen, dat jij dat doorstuurt naar hun. Dus het bewijst niks. Maar goed, ze hebben bedacht, jij moet aantonen dat jij dan de ontvanger bent. Stel dus dat ik dit ga doen vanaf mijn Bitfavo, wil ik iets naar jouw Bitcoin-adres sturen. Dat gaat eigenlijk niet. Want hij is van jou. Dan zou ik aan moeten geven dat het niet mijn adres is. Dat is een keus. En dan moet jij gaan aangeven dat het van jou is. Ja, dat is heel, heel onhandig. Wat ik dan zou doen, is dat je zelf... Stel, ik hou even Bitfavo aan als voorbeeld. Als ik het bij Bitfavo heb gekocht, Bitcoin, en ik wil het naar iemand anders overmaken, dan zou ik het eerst naar een eigen wallet van mezelf sturen. Dus bijvoorbeeld een Ledger, als ik het daarop heb staan. Of, nou ja, er zijn wel wat meer... Je kan een software wallet installeren op je PC. Exodus werd net al even genoemd als een voorbeeld. Je kan ook naar blockchain.com. Dat is een hot wallet. Dus die kan je gewoon draaien op een site. Als die van jezelf is en die heb je een keer goedgekeurd, laten goedkeuren door Bitfavo, dan kan je daar altijd van jezelf naartoe sturen. En vanuit daar doen zij niet moeilijk. Blockchain.com. Maar wat ik zoek is, als iemand mij vanuit een eigen wallet van die persoon naar mijn Binance-account wil sturen... Ja, dan moet hij hem naar dit adres sturen. Dat is verder geen probleem. Dan heb je geen gedoe met... Precies. Nee. Nee. En er zit ook geen tijdsspanne aan of zo. Het kan wel langer duren of korter duren hoe lang het erover doet voordat het bij jou is. Hè. Dat hangt af van de fee die diegene dan betaalt. Of als hij wat meer fee betaalt, dat kan je dan instellen vaak bij zo'n wallet. Van wil je meer fee of minder? Nou, doe je meer, dan gaat hij er sneller door. Maar nee, dit is het enige. Dan hoef je alleen maar dit door te geven aan die persoon. En als dat een eigen wallet van die persoon is, is dat geen probleem. Wesley, ja? Mag ik even wat zeggen over die van de Bitfavo? Ja. En dan naar Exodus. Ja. Kan je niet meteen sturen. Want dat heb ik gehad. Ik ben ook bij het Bitfavo geweest. En had ik naar mijn Exodus. En van Exodus naar een andere. En dan hadden ze ook geblokkeerd. Dus als jij naar jouw Exodus, hè, wat ik heb gehoord. Zeker zo 10 dagen wachten. En dan kan je pas sturen waar je dat mee wil. Ja, dat... Ik wou alleen maar dat. Ja, oké. Kijk, in principe als jij van je eigen... bij Bitfavo naar je eigen Exodus stuurt, dan moet je hem wel laten goedkeuren. Dus dat moet wel. Die eerste stap, altijd uit Bitfavo naar iets, moet je goedkeuren. Als je eigen wallet is, dan kan jij het screenshot uploaden. En als dat eenmaal goedgekeurd is, en meestal is dat heel snel, dan ontvang jij het. En in principe, als jij het binnen hebt, zou je het ook moeten kunnen versturen, want dan is het niet meer van Bitfavo, dan is het van jou. Maar goed. Wesley, ja? Even een kleine bemerking maken wat Bitfavo betreft. Ik kreeg het ook net binnen via de chat. Een screenshot wordt bij Bitfavo niet meer aanvaard. Ze moeten het live zien met een filmpje. Dus je moet het effectief filmen dat je naar je account gaat.
dat je inlogt en dat dat jouw adres is. Een screenshot wordt daar niet aanvaard. Nu, de gemakkelijkste oplossing, daar kan de meeste mensen adviseren op dat punt, is gebruik in de meeste gevallen een eigen wallet. Ja, maak dan bij wijze van spreken een Exodus of een Electrum of een andere wallet aan. Verifieer dat één keer en dan kun je dat voor heel veel dingen gebruiken. Dan hoeft het niet alleen te zijn van als ik dan van X naar daar wil sturen, dan kan je het met alle richtingen gebruiken. Ja. En het is zoals je net zegt, ja, Bitfavo doet daar nu heel moeilijk om. Ik heb het zelf ook ervaren, gelijk welke wallet die je wilt gebruiken om te versturen, moet je eerst in een adresboek steken, moet je eerst verifiëren. En ik zweer het je, die verificatie via dat filmpje, dat loopt niet altijd van een leien dakje, helaas. Dus er zijn nog andere die je kunt gebruiken. Hè. Je kunt ook naar Bitlight gaan. Dat is ook een Nederlandse exchange, die is ook in orde. En daar heb je zoveel verificatie niet. Dus vandaar. Maar dat is een keuze die je moet maken. Ik bedoel, ja, eens als jouw Bitcoin-adres goedgekeurd is bij Bitfavo, ja, dan werd het heel simpel en heel gemakkelijk. Wil je die miserie ontlopen, bak dan een andere exchange om ze naartoe te sturen en doe je het van daaruit. Ja, en er is recentelijk een rechtszaak geweest van Bitonic. Die heeft de DNB voor de rechter gedaagd. Of ik weet niet of dat helemaal de formele term is, maar in ieder geval om dat soort dingen weer te verminderen. Want nu heeft zo'n Bitonic of Bitfavo allerlei werk. Hè? Ze moeten die filmpjes bewaren en van alles opslaan over jou. Terwijl dat qua AVG, dus het vasthouden van allerlei informatie die zij eigenlijk verder zelf niet nodig hebben, willen ze dat helemaal niet. Dus wellicht op termijn dat weer wat soepeler wordt, maar ik weet het niet. Wat dat betreft is die hele crypto-wereld natuurlijk wel mogelijk een bedreiging voor het fiat geld. In ieder geval een stuk controle wat men kwijtraakt. Dus we gaan het zien. Wesley, zou ik nog wat mogen vragen over hoe je BTC kan opnemen en eigenlijk naar een ander BTC-adres kan sturen met Binance Coins? Hoe je dat doet? Ja, wil je dan die Bitcoin omzetten in BNB en dat versturen? Nee, ik wilde eigenlijk, mijn idee was om Bitcoin te versturen naar een ander Bitcoin-adres. Ja. En de transactiekosten, zeg maar, te betalen met BNB. Maar kan dat? Nee, volgens mij kan dat niet. Kijk, als jij Bitcoin... Ah. Kijk, sowieso is het goed om je te bedenken dat Bitcoin opnemen of Ethereum is meestal niet zo handig. Het ligt er even aan wat je ermee wil doen. Kijk, wil jij Bitcoin opnemen en sturen naar bijvoorbeeld je ledger om het gewoon te bewaren? Hè, van ik heb het gekocht en ik ga het daar laten staan. Ja, dan heb je geen andere keus dan het als Bitcoin ook op te nemen. En dan betaal je de fee, betaal je ook in Bitcoin. Oh ja. Maar, wat ik persoonlijk wel eens heb, van ik trade bijvoorbeeld ook bij KuCoin. Als ik van Binance iets wil overmaken naar KuCoin, dan doe ik dat niet met Bitcoin. Want dat kost veel fee. En is traag. Maar wat je dan kan doen, dan moet je niet te veel tijd tussen laten zitten. Maar als je Bitcoin verkopen, bijvoorbeeld tegen USDT, en dan de USDT versturen via, dat klinkt wat ingewikkeld, maar ik kan het al even laten zien. Ik zal even withdraw doen. Crypto withdraw USDT. Kijken. Wacht even, ik zit nou iets geks te doen. Even mijn USDT zoeken. Stel, ik wil dit withdrawn. Nee, dat ziet er wat anders uit dan ik gewend ben. Withdraw to. Nou, dan kan je hier een... Oh ja, ze hebben dat aangepast, zie ik. Maar kan je aangeven naar welk adres? Nou ja, dat is dus een USDT-adres van KuCoin in mijn voorbeeld. En dan... Wat ik wilde laten zien is dit. Dan kan je kiezen over welk netwerk je het gaat versturen. En daar zit een beetje een handigheidje. Ga ik USDT, wat een crypto is, maar wel 1-op-1 dollar is. Mm-hmm. 1-op-1. Dan, als ik het via het Ethereum-netwerk verstuur, kost me dat $20 aan fees. Verstuur ik het via
de Binance Chain is dat 1. Verstuur ik het via de Binance Smart Chain, is het 80 cent. Verstuur ik het via TRX, via Tron, is het 1. Nou, moet je wel even een weetje hebben dat dit zijn echt Binance dingen. Ja. Dus dit kan ik niet gebruiken als ik naar KuCoin wat doe. Deze twee kan ik wel doen. En dat zegt KuCoin aan die kant ook. Hè. Je kan het via dit sturen of via dit. Dan kies ik dit. Dan zeg ik, nou, doe deze maar. Verstuur maar via TRX-netwerk. Ja. Dan betaal ik $1. En dan krijg ik dus ook de USDT, hè, dus die ik hier heb, krijg ik daar min $1. En daar koop ik er dan weer Bitcoin bijvoorbeeld van, als ik dat wil, of iets anders. Oké. Okay. Dus stel dat je een keer per ongeluk de verkeerde kiest, hè? Je bent even vergeten dat je het niet naar KuCoin kan sturen en je hebt toch voor de BNB-coin gekozen. Dus een Binance-coin. Ja, stel ik heb deze. Geeft die dan aan dat het niet kan of ben je dan je geld kwijt? Nou ja, uiteraard is het wel zo, let heel goed op wat je doet met dit spul, maar Binance die controleert dat wel. Hè? Het adres, je zag net al wel even de oplettende kijker dat een Bitcoin adres er anders uitziet dan een Ethereum adres. En dat ziet er weer anders uit dan een TRX adres. Ja. Dus Binance die checkt wel van, hey, is dit wel een geldig, nou in dit geval als ik kies voor BNB, is dit wel een geldig BNB adres? Nou, als ik dan hier een TRC adres invul van KuCoin, dan zal die zeggen, nou, dit is geen geldig Binance adres. Oké. Dus in die zin zit daar nog wel wat slims in. Oké. Maar het is inderdaad, dat is het voordeel van zo'n centrale plek. Kijk, heb jij in je eigen wallet, copy-paste je iets en verander je per ongeluk een nulletje in een eentje en stuur je het naar dat adres, ja, dan is het helaas, maar verstuurd is verstuurd. Ja. En is het dan ook zo dat stel ik wil in mijn eigen wallet wil ik bitcoins daar het gewoon laten staan voor langere tijd? Kan je dat dan ook met bijvoorbeeld USDT of ander ding, omdat dan die transactiekosten lager zijn? Of? Nou, als je het van de ene exchange naar de andere exchange stuurt, dan kan je het weer terugwisselen. Hè, wat ik eigenlijk dan doe is dat ik aan Binance kant wissel ik bitcoin naar dollar, naar USDT. En dan volgens doe ik hetzelfde, maar dan andersom, USDT naar Bitcoin. Maar als jij het naar een wallet stuurt en je daar USDT in bewaart, kan je het niet wisselen. Een wallet kan je niet wisselen. Nee, in die wallet, ik zat te denken, daar kan je het ook wisselen, maar dat kan helemaal niet in een wallet. Okay. Nou ja, sommige wallets kunnen dat dan ook weer wel, maar dan is het vaak een wallet die verbonden is weer aan een exchange of zo. Oh ja. Dus dan heeft hij gewoon meer diensten. Maar... Ja. Oké, en dan een laatste vraagje daarover. Wat ik zag bij, als ik dan op opnemen drukte en bitcoin wilde versturen, dan zag ik bij zo'n overdrachtsnetwerk, en dan ging ik even kijken wat staat daar nou bij in informatie, dan staat erbij, zorg ervoor dat de storting en opname op hetzelfde netwerk plaatsvinden. Wordt daarmee bedoeld dat je, omdat je bitcoins verstuurt, dat het wel een bitcoin adres moet zijn? Nog een keer wat hij aangaf als tekst. Als tekst zei hij, zorg ervoor dat de storting en opname op hetzelfde netwerk plaatsvinden. Ja, nou ja, kijk, je ziet hier eigenlijk bij Bitcoin, hè, als ik withdraw Bitcoin doe, dan geeft hij ook weer de keuze. Hè, dus Binance, die heeft meerdere diensten. Hè, dus ook de Binance Chain en de Binance Smart Chain, die kan je blijkbaar ook gebruiken om Bitcoin te versturen. Maar dat is binnen hun eigen diensten, zeg maar. En dan kost het maar heel weinig. Dus daar geldt in die zin hetzelfde voor wat je inderdaad net, waar ik net even liet zien, Ethereum of Tron, TRX, TRC, sorry. Dat hetzelfde is. Wat de ontvanger is, moet ook wat de verzender zijn. Want anders ga je op de ene blockchain iets sturen en hoop je dat het op de andere binnenkomt. Ja, dat gaat niet werken. In ieder geval voorlopig niet. En hoe zit dat met Exodus? Moet je dan altijd die Bitcoin gebruiken? Of heb je dan ook een optie als Ethereum of iets anders? Dat ligt er een beetje aan. Nee, volgens mij moet je heeft Exodus wat minder opties daarin. Als jij Ether wil versturen, zou je het via het Ether-netwerk moeten doen. Maar dat zou ik even in moeten duiken dan. Okay. Ik stel voor nu even voor dat we even doorgaan. Nee, dit heeft me al geholpen, dankjewel. Alright, want eigenlijk een beetje het... Wesley, ja? Wat ze daarnet ook bedoelde met Bitcoin is dat je de verschillende kanalen hebt. Dus je kunt het gewoon via Bitcoin doen, maar je hebt ook de Segwit versie. Mm-hmm.
Dat is hetgeen wat Eva waarschijnlijk bedoelde. Van ja, ik weet niet op welk adres ik zit. Of ik een SegWit adres heb of een gewoon standaard Bitcoin adres. Ja, oké. Maar Wesley, kun je even teruggaan naar dat Bitcoin adres wat je net liet zien? Daar staat dat namelijk. Ja, inderdaad. Weet je wel? Dat BTC adres wat je net liet zien. Ja, ga ik... Nee, ik bedoel als je gaat naar Fiat en Spot. Ja, je bedoelt dan, deposit, of niet? Ja, nee, gewoon naar Fiat en Spot en dan naar storten en dan crypto. Ja, precies. Ja. En dit Bitcoin adres wat je hier ziet met GKD hierachter... Vind je dat ook terug in je normale wallet? Als je naar Bitcoin gaat, dan moet je hetzelfde Bitcoin-adres terugvinden, denk ik toch, of niet? Dus ja, als je nu naar je wallet gaat en je gaat naar Bitcoins en je gaat daarna opnemen, en zoals je hier hebt, dan moet je toch hetzelfde adres weer vinden daarin. Nou, we moeten even scherp houden. We hebben het hier over deposit. Hè? Dus ik wil... Dit is het adres wat Binance mij aangeeft. Van als ik Bitcoin wil storten naar mezelf hier. Ja. Stuur het naar dit adres. Oké. Okay. Als ik ga opnemen Bitcoin. Dan stuur je het naar een ander adres waar je het naartoe wil opnemen. En dat is dus niet dit adres. Ja. Klinkt dat logisch? Nog wel. Ik ga het controleren hier. Is goed, dank je. Je zou kunnen zeggen, dit is de IBAN, hè, mijn banknummer, wat Binance mij geeft. Van nou, als jij hier nou je Bitcoin naartoe stort, dan zorgen wij dat het in jouw wallet komt te staan. Maar als je het wil sturen naar je IBAN op de ING of bij de ABN AMRO, ja, dat is een ander nummer. Zoek het maar eens na, hebben we het er nog over. We gaan even naar Exchange toe. Dat is eigenlijk een beetje deze omgeving, waar het zo'n beetje om draait, zeg maar, bij Binance. Ik loop hem even in hoofdlijnen langs, zodat jullie een beetje gevoel hebben bij wat gebeurt hier nou allemaal. Hier rechtsboven kan je zoeken naar welk paar je wil gebruiken om op te traden. Je ziet dat hij nu staat op BTC USDT, oftewel Bitcoin versus USDT, dus dat is de dollar, crypto dollar. Dus die kan ik hier kopen of verkopen. Maar misschien wil ik wel een ander ding hebben. Misschien wil ik wel, en dat zie je hier dan, misschien wil ik wel, als ik euro's heb gestort, europaren zien. Dus misschien wil ik wel ADA kopen met euro, of ik wil BNB kopen met euro. Dus je kan euro's tegen iets anders traden. En je kan bitcoin tegen andere dingen traden. Hier zie je allerlei. En merk op dat euro, dat is er nog niet zo heel lang in het begin. Een paar jaar geleden, was alles bitcoin tegen iets anders. Tegenwoordig kan je ook met euro best wat doen. Hè? Dus als ik nu kies hier euro, dan zie je hier allemaal europaren. En dat zijn er best wel wat. Ik ga er even rap doorheen, maar 1, 2, 3, 3 scrollwieletjes voor mij. Terwijl als je gaat kijken bij bitcoin, dat is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 scrollwieletjes. Dus er zijn veel meer handelsparen van bitcoin tegen een, wat ze dan noemen, een altcoin, een andere munt. Dus soms, als jij iets wil wat niet te traden is tegen euro, dan moet je met euro wat bitcoin kopen. En daarna kan je dus met bitcoin traden tegen dat andere paar. Voor het gemak hou ik nu even dan euro aan, want dat staat nog het meest dicht bij ons, bij de meesten. Maakt niet uit welke. Wat je dan ziet, ik heb hier nu even een paar gekozen. Dat zie ik hier nu terugkomen. VeChain heb ik gekozen, VeChain Euro. Heb ik hier gekozen. Hieronder zie je de laatste kopen of verkopen die plaatsgevonden hebben. Vind ik zelf nooit zo heel relevant, maar het staat wel in beeld. Je kan ook je eigen trades hier zien. Dat kan je zo meteen ook ergens anders zien, dus dat laat ik nog even zien. Hier zie je marktactiviteiten. Ja, dat laat hij met name zien met een icoontje met een walvis. Als de hele grote
aankopen zijn gedaan. Een large buy, dat noemen ze een whale. Oh, daar heeft iemand een hele grote, heeft veel gekocht. Of iets is heel hard omhoog gegaan. Ja, kan interessant zijn. En ik ben er zelf niet zo heel erg mee bezig. Dit is eigenlijk een beetje waar het om draait. Je ziet hier visueel weergegeven wat de koers is. Zonder er al te diep in dit geval nu even op in te gaan. Maar je ziet hier candlesticks met een bepaald kleurtje. En je ziet ook de huidige prijs. En de huidige prijs is gewoon puur de laatste koop-verkoop die plaats heeft gevonden. Hier links zie je in het rood allemaal mensen die hun, in dit geval, V-chain willen verkopen. Dus iemand biedt voor deze prijs zoveel V-chain aan. In groen zie je allemaal mensen die willen kopen tegen een bepaalde prijs. Dus hier zegt iemand, ik wil voor 17,36 of 17,37 zoveel van die dingen kopen. Nou zie je dat er hier een gaatje tussen zit. En we zitten nu even op 34 en iemand anders die wil 40 hebben en deze biedt 35. Ja, nou ja, dat is het spel. Dus iemand die wil hem voor 17,40 verkopen en deze wil kopen voor 35. Nou, als ze allebei niks veranderen, dan wordt er geen deal gedaan. Maar goed, dan komt er misschien wel een andere koper die dat wil kopen. En daarom zie je dit ook steeds weer springen. Mensen schieten een koop in. Ik wil voor zoveel kopen. Een ander zegt, ik wil voor zoveel verkopen. Dit zijn limit orders. En dit is het centrum. Daar ga ik nu even op in. Je ziet hier drie hoofdcategorieën. Limit, market of stop limit. Ik begin even met deze, want deze is eigenlijk het makkelijkst. Dit lijkt het meest op wat we net bovenin zagen met trade convert. Want hier zeg je eigenlijk alleen maar, als ik in dit geval VET, V-chain heet die token, maar VET wil kopen. Van nou ja, geef maar aan voor hoeveel euro. Ik zeg nou voor 150 euro wil ik tegen de marktprijs wil ik kopen. En dan koop je eigenlijk gewoon tegen wat iemand nu aanbiedt. Dus dan pakt hij gewoon de allereerste die aangeboden wordt. Voor je bedrag wat je ingeeft, buy. Nou, dan doet hij dat. Gekocht. Klaar. Geen gesteggel over de prijs. Dan zeg je dus tegen de nu geldende aanbiedingen die er zijn hier, koop maar. En hetzelfde geldt aan deze kant. Als je wil verkopen, kan je zeggen van hoeveel vet. Nou ja, ik heb er blijkbaar 0,442. Dat is niet genoeg om te verkopen. Dus denk een restantje. Maar stel ik heb er 100. Zeg nou, ik wil 100 vet verkopen. Verkoop maar. Tegen wat de gek er nu voor geeft in de markt. Dus dit is met name... Jij in dit voorbeeld 150 en 100 in... Moeten jouw bedragen of getallen niet matchen met de bedragen en getallen van de amount en de total? Nee. Deeltje van iemand kopen. Ja, nou ja, hij zal als eerste gewoon degene pakken die het goedkoopst is. Hè? Dus stel ik wil kopen, ja, dan pakt hij degene die het zo goedkoop mogelijk aanbiedt. En stel dat hij meer aanbiedt dan ik koop, nou ja, dan koop ik mijn deeltje van hem en dan blijft de rest van hem staan. En als ik meer wil kopen dan wat die eerste aanbiedt, dan koop ik ook een stukje van wat de tweede aanbiedt. Oké, duidelijk, dank je. Wat dus ook inhoudt, als jij zelf iets te koop aanbiedt, dan kom ik, dat jouw, stel ik wil 100 vet verkopen, dat kan het zijn dat ik drie kopers heb, eentje die 20 koopt, eentje die 50 koopt en eentje die 30 koopt. Ja, dus het kan ook bij mij in deeltjes dan verkocht worden. Maar market is het meest simpel. En dat lijkt ook het meest. Dat is eigenlijk hetzelfde als convert. Dan pakt hij gewoon. Wat is nu het aanbod? Wat is nu de prijs? En daar koop ik hem voor. Limit is ietsje complexer. Je ziet ook dat het verandert hier dan een beetje. Je hebt iets meer opties. Dan ga je dus zeggen. Van nou ja. Als ik even naar dit kaartje kijk. We zitten nu hier. Maar eigenlijk wil ik hem niet kopen voor dit. Ik wil hem voor dit kopen, want ik zie dat hij hier wel eens geweest is op dit prijsniveau. Nou, dan zie je hier, als ik erbij ga staan, een prijs verschijnen. 15,75. Nou, dan kan ik hier zeggen, ik wil hem voor 15,75. Vind ik een mooie prijs. En dan wil ik kopen. Ja, dan kan je kiezen of je een aantal vet ingeeft, bijvoorbeeld 10 vet. Of dat je zegt, nee, ik wil voor 50 euro kopen. En dan past hij dit zelf aan. En als ik nu buy vet doe... Ja, het gaat nu niet lukken omdat ik maar 0 euro heb staan. Maar als ik dit nu inschiet, dan komt mijn order, die komt dus in dit rijtje er gewoon bij te staan. Al zal je waarschijnlijk niet zien, want ik bied veel minder dan waar die nu op staat. Maar dat kan. Ik kan een kooporder inleggen voor een bepaalde prijs. Omdat ik hoop, verwacht misschien
dat die daar wel weer een keer gaat komen. Hè? Want ik zie hier dit en ja, de prijs is ook hier geweest. Ja, en hij is wel omhoog gegaan. Maar ik wil hem voor deze prijs hebben en anders niet. Nou, prima. Dan zeg jij dus, ik wil tegen deze prijs 0,1575 wil ik... Nou, ik heb in dit geval ingevoerd voor €50 kopen. Nou, dan rekent hij zelf uit. Oh, als je €50 wil besteden en dit is de prijs per stuk, dan koop je blijkbaar daarvoor 317,46 vet. Nou, als ik dan buy doe, dan verschijnt hij hier erbij. Ja, je ziet, in dit geval zou je hem niet zien, omdat je ziet hier alleen maar 0,1717 en ik bied 0,15, dus die staat een heel erg stuk lager. Maar zo kan ik hem kopen. En met verkopen is hetzelfde. Hè? Misschien zeg ik wel, ja, joh, hij is nu dan wel 0,1743, maar ik zie dat hij hier dit geweest is. 0,226 zo'n beetje zie ik hier staan. Nou, ik wil van 0,226 wil ik verkopen. Nou ja, ik heb 0,04442 verkoop. En dan plaats hij die order. Is die natuurlijk niet mee verkocht. Ik heb alleen geadverteerd. Ik wil wel verkopen voor deze prijs. Ja, wie weet dat er een keer een koper komt die hem oppakt. En als die prijs echt omhoog aan het gaan is, ja, dan is het misschien een keer een interessante prijs voor iemand. Maar met deze manier van kopen of verkopen, ja, kan het dus een tijdje duren voordat die verkocht wordt of gekocht wordt. Of helemaal niet. Ja, ik kan wel zeggen, ik wil hem voor deze prijs hebben. Maar ja, als die alleen maar omhoog gaat, is er natuurlijk niemand die hem daarvoor gaat verkopen aan mij. Dus dit is de limit order. Is dat voor iedereen helder? En hoe kent je dat helder? Ja, dat is een goeie. Als die er staat, dan... Ik kan wel eens proberen of deze mag. Want ik verkoop tegen 226, dat gaat hij toch niet doen. Nee, dat mag niet, het is te weinig. Hij zegt, nou, je moet minstens 10 doen, anders pik ik hem niet. Hij komt hieronder te staan. Misschien moet ik heel even naar een ander paar gaan. Even naar een ander paar toe. Nou, hier heb ik blijkbaar het een en ander gedaan. Dit is order history. Dit onderdeel had ik eigenlijk nog niet besproken, maar je ziet hier open order staan. Order history, trade history en funds. Kijk ik nou in mijn open orders, daar staat hier aangevinkt, en dat is een beetje ver weg, maar hide other order pairs. Dus verberg andere paren dan degene waar ik naar kijk. En ik kijk naar ADA USDT nu en er staat niks. Dus ik heb geen open orders voor, voor dit paar. Maar hij laat wel zien dat ik 17 orders open heb staan. Dus als ik dit nu uit zou zetten, dan laat hij allerlei andere orders zien die ik blijkbaar gezet heb. En dat is een mooi bruggetje naar een volgend onderwerp, want je ziet dat ik met name stop-loss limits heb staan. Maar dan kom ik zo even op wat dat is. Dus Wesley, hoe ja? Krijg jij bovenin, zie ik toch weer staan, vet of bitcoin, wat schuine streep euro's net. Hoe krijg je dan dat euroteken er weer in? Of dat hij weer tegen euro's rekent? Ja, ik had hem weer op USD gezet. Hè? Dus rechtsboven heb je dat USD of euro staan. Ja, ik heb hem op euro staan, maar hij blijft bij mij in USDT staan. Bitcoin schuine streep USDT. Ja, als jij wilt traden op het paar BTC USDT, dus je kiest echt zelf voor, nee, maar ik wil Bitcoin tegen USDT kopen of verkopen, ja, dan gaat hij dat niet vertalen naar euro. Want jij kiest zelf voor, je wil de munt USDT verhandelen tegen bitcoin. Als jij euro tegen bitcoin wil handelen, dan moet je dus BTC EUR kiezen. Oké, prima. Ja. Oké, dus hieronder zie je de openstaande orders die je hebt. De historie, de trade history en de funds die je hebt. Kijk er maar eens in. Ga ik even naar deze laatste toe, want die is best mooi. En Binance heeft er ook nog wel iets unieks in. Je ziet hier een i'tje staan. Over het algemeen i'tjes bij Binance. Ga er even op staan. Laat je muis staan, dan vertelt hij wat. En hij ligt twee dingen toe. Stop limit zie je en OCO. En dat staat voor one cancels the other. Ik zal beide even toelichten. Nu staat hij op stop limit. Als ik hem pijltje hier naar beneden klik en doe OCO, dan wordt dit nog iets groter. Ik ga eerst even de stop limit doen. Het kan zijn, hè, stel even dat ik gekocht heb tegen deze groene lijn, die heb ik zelf neergezet.
En meestal doe ik dat als ik gekocht heb op die prijs. Dus waarschijnlijk heb ik op die prijs gekocht. Ja, nu zie je dat die een stuk hoger staat. En nou, als ik even kijk hoeveel hoger die staat, is dat bijna 40%. Nou ja, niks zo volatiel als crypto's. Dat kan natuurlijk ook wel weer naar beneden storten. Dat zou zonde zijn, want ik sta aan de winst. Nou, wat je dan kan doen, is een order plaatsen die niet meteen uitvoert om hem te verkopen, maar een order die alleen plaatst als er een bepaald iets plaatsvindt. In dit geval, stel, ik verwacht dat hij verder gaat stijgen, maar ik wil dat als hij gaat zakken, dat ik hem hier verkoop. Nou, als ik een beetje naar rechts kijk, zie ik 1,45 staan ongeveer. Dan kan ik zeggen, ik wil verkopen voor 1,45. En al mijn ADA, nou in dit geval zijn dat er 999. Overigens, dit dingetje hieronder kan je slepen om delen. Bijvoorbeeld 50% te doen of 75%. Dat kan wel handig zijn. Of ineens naar alles, maximaal. Dus ik kan hier zeggen, verkoop voor 1,45 op dit pijl mijn ADA. Maar als ik dat met een limit order zou doen, dan schiet hij je meteen in. En als ADA in de markt nu 1,58 kost en ik bied hem aan voor 1,45, nou, dan is die zo weg. Dan zegt iemand, dank u, heb ik mooi goedkoop. Ja, maar dat wilde ik ook niet. Ik wil, als die zakt naar 1,46, dat zeg je met stop, als die stop raakt, dus als de prijs zou zakken naar 1,46, dus net iets boven waarvoor ik hem wil verkopen, dan wil ik dat deze order ingelegd wordt. Dat noemen ze dus een stop limit. Een stop loss wordt die wel genoemd. In dit geval is het niet loss, want ik heb al winst. Maar je plaatst dus een order onder voorbehoud, zou je kunnen zeggen. Dus als de prijs zakt naar 1,46, plaats dan deze order verkoop voor 1,45, 999,02 ADA. En dan schiet hij hem er pas in. Nou ja, en dan, als hij aan het zakken is, zeg ik misschien wel, nou prima. Want dan heb ik in ieder geval mijn winst zeker gesteld. Want hij zit net boven mijn aankoopkoers. Nou, dat is best interessant. Hè? Want dan, als je hebt ingekocht en je ziet dat hij een eentje staat boven waar je hem voor hebt gekocht, zou je een stop limit order kunnen plaatsen. Is dit een beetje te volgen? Ja, ja. Ja. Dit is, als je het hebt over het managen van je risico's, een heel belangrijk ding. Het is ook wel een beetje een tricky ding, want stel, en dan zoom ik even iets in. Ik maak ook de kaart even wat groter. Als je hier op dit kruisje pijltjes naar alle kanten klikt, dan maakt die kaart een stuk groter. Dat wilde ik even wat laten zien aan jullie. Kijk, je ziet hier de koersen en die kleine dingetjes onder en boven noemen ze wel eens wicks of shadows. Dat is ook gewoon, het zijn ook gewoon verkopen geweest die hebben plaatsgevonden tegen die prijs. Zet ik hem nou bijvoorbeeld hier, die stop van nou verkoop hem dan maar voor dit. Het kan best zijn dat hij even naar beneden knalt en dan weer gewoon door omhoog gaat. Hè? Dat er binnen, in dit geval kijk ik naar candles van een dag. Ik weet niet of iedereen weet wat candlesticks zijn, maar het voert misschien wat ver om dat uit te leggen nu. Maar je kijkt altijd naar een bepaald time frame. In dit geval heeft elke candle is een dag qua duur. Dus in dit geval, voor deze waar ik nu op sta, die is geopend op dit prijsniveau. Hij is gesloten op dat niveau. Dat weet ik omdat hij groen is. Dus hij is op een lagere geopend dan waar hij op gesloten is. Daarom is hij groen. Deze bijvoorbeeld, die rode, is hier geopend en is gezakt. Maar binnen die dag is hij ook nog eventjes lager geweest. En hij is ook nog even boven, hoger geweest. Maar uiteindelijk is hij hier gesloten, hier is die geopend. Dus er gebeurt wat binnen een dag. Ga ik nou kijken naar candlesticks van 1 uur bijvoorbeeld? Nou, dan zie je, nu is elke candlestick is een uur. Dus deze candlestick is geopend hier, is gesloten daar. En toen begon het volgende, die is waarschijnlijk hier geopend. En die is groen, hij is omhoog gegaan. Maar let op, er zit vaak zo'n wickje. Ja, en als ik dan net hier mijn stop los heb gezet, ja, dan word je net uitgetikt. Dus dan word je uit die trade gegooid. In dit geval zou ik mijn ADA, als ik hem hier had gezet, kwijt zijn. Ja, daarna gaat hij weer gewoon vrolijk verder omhoog. Ja, dat is het risico wat je loopt als je een stop loss plaatst. Ze zeggen dan wel eens van, je moet zo'n stop loss niet te strak doen. Zeker met crypto's kan het best volatiel zijn, dus op en neer gaan.
Maar het kan ook juist een keuze zijn. Dat je, ja, nee, dat vind ik prima. Ik heb al winst. En als hij hem eruit gooit, gooi je hem eruit. Dan ga ik een biertje drinken. Want feestje vieren, ik heb winst. En ook al ben ik er dan uit, winst is winst. Van winst is er nooit iemand ongelukkig geworden. Het is met name dan ja, het leed omdat je misschien nog meer had kunnen hebben. Maar goed, dat all part of trading. Dus dat is de stop limit. Een hele handige. Nou heeft Binance, die zie je niet vaak bij anderen, die heeft er nog eentje. Dan wordt die nog wat ingewikkelder. Het enige wat die eigenlijk ingewikkelder is geworden, de one cancels other, is dat hij er nog eentje bij heeft. Dus dit stukje is hetzelfde. Nou, ik zal mijn voorbeeld even hetzelfde houden. Stel dat ik op 1,45 eruit wil. En dat wil ik als die 1,46 raakt. En dan wil ik al mijn ADA verkopen. Dan heb ik deze nog over. Dit is eigenlijk een soort negatief scenario. Van als hij gaat zakken ten opzichte waarvan hij nu is, dan wil ik dat dit uitgevoerd wordt. Ja, dus bijvoorbeeld, dan wil ik dat hij, ik zet even hier een lijntje, dan wil ik dat hij hier, stel dit is 1,45, dan wil ik dat hij hem hier verkoopt. Maar ja, je kan ook een positief scenario bedenken, want misschien gaat hij wel naar hier. Ja, en is dat mijn doel? Dit prijsniveau. Daar wil ik hem eigenlijk, zou ik hem graag op willen verkopen. Nou, ik zie dat hij, nou, ik zal even dit weghalen, want dit is wat verwarrend. Dit prijsniveau zit op 1,82. Nou, dan kan ik in dit geval, de OCO houdt in, ik plaats en een verkooporder hoger. En ik plaats een stoploss voor eronder. Nou, en dat is extra leuk, want dan kan je, en je hebt hem aan de onderkant veiliggesteld, van als hij gaat zakken. In mijn geval zat hij al boven mijn aankoop, dus heb ik altijd winst. Maar stel dat dit mijn aankoop zou zijn, nou ja, ik kan je ook zeggen, ik wil maximaal 3% of 5% verlies hebben. Daar zet ik dit stukje onder. En 10% winst vind ik mooi. Dat verwacht ik dat hij gaat halen. Dat is mijn target. Bij handelen zeggen ze ook altijd van, je moet van tevoren een plan hebben. Kijk naar de kaart, bestudeer wat, pak een glazen bol, hoe je het wil doen. Ik verwacht dat hij over 2 dagen op dat staat. Nou, dan kan je een verkooporder inschieten, alleen op die koers. Maar je kan ook een OCO doen. En wat houdt dat OCO dan in? Nou ja, het een gebeurt of het ander, of er gebeurt niks. Dus het een gebeurt, stel hij gaat zakken, nou dan wordt deze, als hij op 1,46 komt, wordt deze ingeschoten. Ik wil graag voor 1,45 alles verkopen. Zakt hij niet, maar gaat hij omhoog? Nou, dan haalt hij wellicht die 1,82 en dan wordt hij verkocht voor 1,82. En dan is hij ook weg. Wat natuurlijk ook kan gebeuren, is dat hij gewoon hier tussen wat blijft doen. Nou ja, dan blijven ze allebei staan, net zolang tot de 1 geraakt wordt. En als de 1 geraakt is, stel de bovenkant, positief geval, ja, dan heeft hij die ADA verkocht, dus vervalt daarmee die aan de onderkant. Vandaar de naam, one cancels other. Hetzelfde geldt als aan de onderkant geraakt wordt, ja, dan verkoopt hij ook de ADA, in dit voorbeeld. Ja, dan kan ik hem niet meer aan de bovenkant ook nog verkopen. Dus dit is de OCO. Is dat ook te volgen voor Enide? Ja, leuk dit. Ja, Wesley, mag ik wat vragen? Zeker. Waarom zet je dan de limit order nog 1 dollar cent lager dan de stop order? Goede vraag. Meestal in de praktijk doe ik zelfs ietsje meer er nog tussen. Wat nog wel eens wil gebeuren is dat vaak, dat zie je als Bitcoin crasht, of in ieder geval hard zakt, dan gaat de hele markt mee. Dan, en dat heeft soms ook te maken met dit soort orders, die geautomatiseerd al ingeprent staan in de systemen. Van als het zakt, dan wordt het automatisch pats verkocht. Dus er zitten niet eens meer mensen tussen. En dan kan die ook zo hard zakken, dat die eigenlijk, als ik hem op 1,45 zou zetten, dan is de prijs al 1,45 en dan wordt mijn order ingelegd voor 1,45. Maar als die hard aan het zakken is, ja, dan staat hij misschien al op 1,43. Hè, omdat het zo snel zakt. En dan heb je het risico dat jouw order wel ingeschoten wordt, maar niemand hem meer koopt. Want hij staat al op 1,43. Dus dan gaan ze niet kopen voor 1,45. Dus je wil die stop ietsje hoger zetten dan waarvoor je hem wil verkopen. Maar dat hangt wel een beetje af van welke munt. ADA USDT heeft veel volume. Daar gaat een heleboel per dag wordt daarin gehandeld. Dat gaat meestal wel goed als je hem bij wijze van op 46 zet. En misschien kan je hem ook wel op 45 zetten. Ik zet hem er meestal bij paren waar veel volume in zit. Eentje hoger of soms 2.
Want het, uiteindelijk maakt het ook niet zo mega veel uit. Hè. Soms kan je zelfs ook nog zo doen. Ja, dus dan doe ik niet 4-6, maar nog een tweetje erachter. Ja, dan heb je het helemaal over marginale verschillen. Maar wel iets ervan af dat hij even tijd heeft om de markt op te gaan. Dus dat is het antwoord. Oké, dank je. Wesley, een andere vraag die hier binnenkomt. Je kunt van boven zetten, 1 per uur, 4 uur, 1 dag, 1 week. Maar houdt hij dan rekening met onze Europese tijd of is dan Amerikaanse tijd of Aziatische tijd? Dus als je de candlestick zet op 1 dag bovenaan, ja, is dat dan onze Europese dag? Dus de dag zoals het nu is in Nederland en België? Of is dat Amerikaanse tijd of Aziatische tijd? Ja, dat is een goede vraag. Ik zat ook even te denken van... Laat hij precies ook het uur... Het goed is, zou hij gewoon het uur moeten laten zien. Maar kijk, je ziet hieronder al. Ik heb hem nu, zet ik, laat ik hem als ik naar beneden doortrek. Dan laat hij zien dat het volgens hem is het nu 6 mei, 7 uur. Nou ja, in ieder geval, die candle is hij nu aan het maken. Van 7 tot 8, denk ik, dat het dan is. Want dit is van 6 tot 7, deze is van 7 tot 8. Dus nou ja, wij zitten bijna op 10 uur. Dus het is sowieso al niet... ja, je ziet hier rechtsonder trouwens staan. UTC houdt hij aan. Dus dat is blijkbaar de timezone die hij aanhoudt. Maar dit is wel om hetzelfde uur waar we nu in zitten. Hè? Dus in die zin is dit wel real-time. Dit is gewoon de koers nu. En we zitten nu in een candle van een uur. Dus deze candlestick is over 4 minuten klaar. Hè? Dan is er een eindprijs voor deze, voor dit uur. En dan gaat hij gewoon naar de volgende. Dus in die zin... Hij rekent, hè, als je naar de tijd hier kijkt, met UTC. Nou ja, blijkbaar loopt dat wij bijna 10 uur, daar is bijna 8 uur. Dus 2 uur achter op ons. Maar dit is wel ons uur nu. Hè, dit is gewoon ons uur 9 tot 10. En dat is een real-time prijs die je ziet. En ook dat is natuurlijk wel een ander ding dan met de Forex of aandelen. Dit is 24 keer 7. En dus je hebt ook geen onderbrekingen in de charts. Het gaat maar door. Er zit niet een 9 tot 5 of 9 tot 4 tussen of zo, waarin getrade wordt en daarbuiten ligt het stil. Zo werkt crypto niet. Nog andere vragen? Ja, die heb ik wel, maar niet hierover. Oké. Iemand anders nog wel vragen over wat ik tot nu toe heb verteld. Ja, ik heb nog één vraag. Wat vind je van met euro al dan niet naar Binance toe gaan? Vanuit welk perspectief? Want waarom zou ik daar iets van moeten vinden? Word je makkelijker getrackt, getraced? Nou ja, het ligt een beetje aan waar je bang voor bent natuurlijk, maar kijk, op het moment dat jij van je eigen bankrekening af gaat schrijven richting Binance, ja, dan is het bij de bank bekend dat jij dat gedaan hebt. Hè? Het is gewoon van jouw IBAN naar de IBAN van Binance. Dus dat is traceerbaar, maar dat kan je als een voordeel zien. Hè? Want je wil transparant zijn en de Belastingdienst mag het ook weten. Je moet toch ook opgeven hoeveel bitcoin je hebt aan het eind van het jaar, in ieder geval in Nederland. Ik weet even niet hoe dat in België gaat, maar in Nederland moet je... in ieder geval op 1-1 van het jaar, middernacht, opschrijven wat je hebt aan bitcoins. En niet het aantal bitcoin, maar de waarde in bitcoin en andere crypto's. Alles wat je hebt voor je vermogen. Ja, ben jij daar gewoon eerlijk in? Ja, dan maakt het in wezen niet uit of je het nou vanuit je bankrekening zo naar Binance stuurt. Of dat je bij een broker in Nederland bitcoin koopt en dat dan naar hier stuurt. In dit geval, bitcoin kopen bij een broker in Nederland en dat dan naar Binance sturen is duurder. Want je betaalt de aankoopfee van Bitfavo, laat ik die even aanhouden. En dan ook nog een keer de fee die jij betalen moet om het van Bitfavo naar hier te sturen. Nog even los van dat je screenshots moet maken of filmpjes zelfs, om dat gedaan te krijgen. Dus dan is euro's overmaken naar Binance wat 0 euro kost. En daar dan mee gaan traden, is goedkoper. Dus in die zin, vanuit mij geen bezwaar. Dankjewel.
Oké, okay, alsjeblieft. Nou, wat dat betreft, ja? Nog even één vraagje. Op het moment, want je liet zien van stel dat de prijs zakt, dan kan je een limit order inzetten. Nou, maar werkt het ook hetzelfde als dat die stijgt? Ja. Dus als je hem gewoon boven een bepaald bedrag wil verkopen, maar niet onder een bepaald bedrag, dus alleen maar een bovenbedrag heb je in gedachten, dan kan je dat gewoon via een limit order doen. Ja, nou let even op, want dat limit komt in twee dingen voor. Kijk, je hebt de limit order is gewoon, hè, dus deze limit, ja, deze, even, ja. niet die, maar deze limit. Ja. Daarmee geef je gewoon aan, ik wil kopen voor een bepaalde prijs. En in de regels wil jij niet aangeven dat je hoger wil kopen dan de marktprijs. Althans, die vind ik niet zo heel logisch. Hè. Meestal zou je onder de marktprijs... Precies, dan zou je meer onder doen. Maar verkopen met name. Nou ja, wil je verkopen, ja, dan kan je dus inderdaad gewoon in dit voorbeeld, zie ik hier nu, dat ADA 1,59 nog wat is. Nou, als ik zeg, ik wil voor 2,50, ja. Wil ik wel 100% van mijn ADA's verkopen. Ja. Ja, dat kan. En dan even kijken, zit hier iets geks nog bij. 2,50. Kijk, ik heb hem nu gedaan. Je ziet hier nu ook, je zag hem even voorbij poppen en nu zie je hem hier ook staan. Ik heb een open order. Ja. Het is een sell. Voor 2,50 wil ik hem verkopen. En ja, even kijken. Ik maak dit iets kleiner. je ziet hem hier nu ook staan. Zie je? Ja. Dus dat maken ze ook dan weer visueel. Dat is wel netjes. Alleen ja, dit zit een heel end erboven. Maar ja, in principe, stel ik heb dit inderdaad ingekocht op een bepaald niveau en daar zit hij al boven. Ja, dan zou ik wel geneigd zijn. Kijk, als je dit nu alleen doet. Hè, stel, ik laat dit gewoon staan. En ik ga naar wet zo. Ja, als die zakt en hij gaat naar 50 cent. Niks redt mij. Hè? Dan hou ik gewoon mijn... Dus ik ben geneigd om dan deze te pakken. En te zeggen, nou, doe dan maar 2,50. Daar wil ik voor verkopen. Maar ik zet ook een rem aan de onderkant. Ja. Voor het geval dat die crasht. En dat hangt helemaal van je eigen tradingstrategie af. Zet je de 5% onder, 10%. Of je ziet hier nu een witte lijn. Dat is een exponential moving average, heet dat dan. Maar goed, dat is een lijn die ze berekenen. Nou, daar vindt hij soms steun op, soms ook niet. Je ziet hier dat hij er zo af en toe ook gewoon doorheen zakt. Maar soms lijkt hij er ook een beetje van af te ketsen. Nou, dan zet je hem net er wat onder. Nou ja, oké. Kan. Dan kan je allerlei bewegingen erin hebben. Maar ik zou dan eerder dan een limit order aan de bovenkant zetten, een OCO doen. En hier, om dat ook even te laten zien. Iemand vroeg dat net. Kan je hem ook annuleren? Ja, kijk, hij staat hier nu nog. Cell, nou, die wordt voorlopig niet gepakt. Maar nou, doe cancel. En dan bevestigt hij dat, cancelt. En dan is die ook weer weg. En dan, prima. Top, dank je. Oké, okay, nou ja, dit was zo'n beetje het verhaal wat ik... had voorbereid. We zitten ook al aardig aan de tijd, naar mijn idee. Wij zouden een uurtje doen, maar ach ja, het gezellig is, genoeg te vertellen. Zijn er nog laatste vragen, gedachten, dingen te delen? Ik heb nog wel een paar korte vragen. Als je naar wallet gaat, boven in de balk, gewoon naar wallet en dan bijvoorbeeld naar spot, hè? En dan kom je, neem maar eens een willekeurige, bijvoorbeeld bij jouw KSM, en je klikt op buy, dat je hem wilt kopen, dan zie je namelijk een grafiekje erbij komen, tenminste dat komt bij mij. En dan geeft hij die prijs elke keer weer in, of BUSD of iets dergelijks. Kan ik hem daar ook krijgen in BTC euro's? Want dan weet ik ongeveer tegen welke... Snap je wat ik bedoel? Ja, het is inderdaad wel apart. Ik snap wat je bedoelt. Hè? Van hier staat hij nou tegen BUSD. Ja. Terwijl hier staat hij bij mij wel netjes voor. Omdat ik natuurlijk ergens heb aangegeven dat ik in euro's werk. Zit ja. Wel euro. Maar dat is een goede vraag. Ja, ik moet zeggen, ik koop nooit op deze manier. Nee. Nou, dit is ook overview. Nou, dit is mijn historie. Nee. Nou, ik kan eens kijken als ik dit nou eens dan op euro zet. Doet dat nog wat? Nee, zo te zien niet. Even refreshen. Nee,
Nee, ik ben het met je eens. Het is, ik zet hem er even terug voor mezelf. Maar dit is niet logisch dat hij dit dan zo laat zien terwijl jij een euro wil kopen. Dus als jij BTC euro wil kopen, dan zou ik naar dit gaan, naar Convert. En dan hier kiezen voor euro. Ja. Alleen het is wel, het nadeel wat je hier hebt, is dat je niet de prijs überhaupt ziet. En dus ik zie nu geen prijs. Ik geef alleen aan, ik wil 250. Je ziet de prijs wel door preview te doen. En dus doe mij even, reken het even voor. Kijk, dan laat hij zien, nou, dit is wat je koopt. Ja, ja. Maar, ja, dat zeg je natuurlijk ook niet zoveel, want zo'n getal is 0.00. Kijk, en dan kom je toch bij deze uit. Ja. Dan moet je gewoon naar deze toe. En dan naar euro. Even kijken, fiat. En dan, waar staat mijn euro? Hier, euro. En dan moet ik op zoek naar bitcoin euro. BTC euro. Kijk, daar heb je de BTC euro. En die dan, de simpelste is dan de market doen. En dan weet je, als ik nu voor 150 euro aan bitcoin koop, dan koop ik hem voor ongeveer deze prijs. Ja. Dit is wat nu de laatste prijzen zijn, maar je gaat eigenlijk vanuit deze ga je hem dan kopen. Uit dit aanbod. Ja. Ja. Oké. Okay. Een andere vraag is, maar ja, dat wordt nu wat lastiger, had ik begrepen, want jij weet niet precies, je hebt geen Binance kaart, hè? Nee. Nou, dan heb ik wel een vraag aan jullie even. Waarom willen jullie een Binance kaart? Ja. Waarom? Het lijkt me makkelijk om Binance te doen. Ja, maar wat wil je ermee doen? Gewoon betalen. Ja, oké. Okay, dus je wil dan bijvoorbeeld bij de supermarkt wil je met je Binance-kaart betalen. Of contant geld opnemen. Ja. Kan ook, hè? Of gewoon pinnen. Maar als ik het goed snap, stel je houdt even voorbeeld simpel. Je zet er 0.01 bitcoin op. Je gaat dan pinnen. Dan gaat hij op dat moment die 0.01 bitcoin omzetten naar euro. Want je pint natuurlijk fiat geld. En waarom heeft dat je voorkeur boven gewoon je eigen pin gebruiken van je bank en daar euro's aftrekken? Waarom zou je, ik wil mijn bitcoins helemaal niet gebruiken om in de supermarkt voor te betalen of om te pinnen. En mijn andere muntjes ook niet, want waarom zou ik mijn V-chain of mijn engine of mijn whatever, zou ik daarmee willen betalen bij de supermarkt? Of... Ja, ik denk dat het er bij veel mensen om gaat om buiten de fiscus te blijven, misschien. Nou ja, dat kan natuurlijk, hè. Dat kan. Alleen op het moment dat jij, dat is natuurlijk de andere kant, als jij vanaf de bankrekening euro's stuurt naar Binance. Ja, dat weet je het. Ja, kijk, ik denk als jij wel gewoon eerlijk dingen opvoert, en of dat helemaal op de comma klopt, is dat natuurlijk nog punt 2. Dat is ook een lastig sommetje, maar... dus als er geen reden is om jou verder na te trekken, dan zal de Belastingdienst dat ongemoeid laten. Maar als jij het sowieso... Als je dat doet, is het traceerbaar, want het gaat gewoon via het bankaire systeem. Mm-hmm. Ga je het bij een Bitfavo of dat soort partijen kopen? Nou ja, die staan natuurlijk onder toezicht van de Nederlandse Bank. Dus ook daar, de off- en on-ramp noemen ze dat, hè? Mm-hmm. Waar je van euro naar fiat gaat, dat hebben ze wel door. Ja, maar het kan natuurlijk. Kijk, wat met name een dingetje is, en daar zat ik toevallig laatst een keer over na te denken. Ik ben geen... whale of zo. Ik heb tonnen hierin zitten. Maar ja, met de stijgingen van de afgelopen tijd is het toch wel wat geworden. Ga ik dat dan nu allemaal op enig moment omzetten naar euro, naar mijn bank? Ja, daar zit ik eigenlijk ook niet zo op te wachten. Wat ga je daar dan mee doen? Nou, kan ik me voorstellen dat je, je kan het ook naar USDT omzetten of naar euro hier. En dan ga je daar je boodschappen mee betalen. Nou, dat kan natuurlijk. Ah. Het is toch de vraag waar je belasting betaalt, want deze exchange die staat misschien wel, die staat in Nederland, die staat in Amerika. Dus eigenlijk zit jouw geld in Amerika of in Engeland of weet ik veel. Dus hoezo zou je hier belasting over moeten betalen? Ja. Het stoort mij mateloos als je dus van de Rabobank, van je eigen Rabobank geld naar je andere bank stuurt. Dan je kan op de Rabobank kan je overal betalen waar je wil, in heel Nederland. Maar als je nu van Bitfavo geld wil storten naar hier naartoe, dan moet je eigen bewijzen aan alle kanten. En dat is hetgeen wat behoorlijk... Je kan met die bitcoins via Bitfavo waarschijnlijk geen eens een auto kopen. Dat gaat je niet lukken. Omdat je kan niet aantonen dat jouw account is waar het naartoe gaat.
Snap je wat ik bedoel? Nee, ik ben het met je eens hoor. Ik denk dat het, het is veelal irritatie. Kijk, ze hebben bij mij, ik heb geld naar Bitfavo gestuurd, houden ze gewoon vast. En dan zeggen ze van, ja, sorry, dat komt ergens vandaan wat wij niet kennen. Gaan ze nachecken. Dan moet je wel een beetje oppassen, want kijk, heel simpel. Als je bij wijze van spreken over een groot bedrag gaat praten, je spreekt nu over een aankoop van een auto, dan spreken we al sowieso dat je sowieso al spreekt over een halve bitcoin. Kijk, ja, maar goed, ze doen... Ja, maar wacht, laat me even uitleggen. Om een voorbeeld te geven, Wesley zal dat ook beamen. Hetgeen wat je op een exchange zet van coins, is om mee te traden en is niet om te stockeren. Als je punten wilt bijhouden, dan zet je die op een eigen wallet met een eigen paswoord en een eigen code. Die ga je nooit op een exchange laten staan. Een trader zal nooit zijn centen allemaal bij de exchange laten staan. Hetgeen wat hij niet meer treedt, zet hij op een eigen wallet. Mm-hmm. En dan met die eigen wallet kan je alle kanten mee naar uit. Ja, dat klopt. Maar ik vind het wel vreemd dat ze zelfs bedragen van 300-400 euro, die hielden ze gewoon tegen. En dan denk je, ja, sorry hoor, maar waar hebben we het dan over? Nee, ja. Mee eens. Nou ja, je kan er van alles van vinden. Het is ook raar dat de DNB er toezicht op houdt en niet de AFM. Maar ja, allerlei... Maar goed. Ik begrijp dat je het, als je het inderdaad gewoon bij Exodus zet of zo, dan heb je in ieder geval staat lokaal op je PC, dan heb je geen last. Nee, nou ja, kijk, en wat Wim zegt klopt natuurlijk, maar ja, je kan als je, stel je bent heel goed in traden of je hebt gewoon veel geld, ja, dan staan er toch grote bedragen bij die exchange. Mm-hmm. Ja, ik weet ook niet hoe een Bitfavo of andere partijen in Nederland zich opstellen als jij ooit een keer bij wijze van een halve bitcoin hebt gekocht en je maakt nu 10 bitcoin terug over. En je zegt, ja, ik heb goed getraden, ik heb goed geboord. Ja, ik denk dat er wat vraagtekens komen, maar ja. Als jij kan laten zien, want het is natuurlijk met name Belastingdienst dan ook. Ja, ik heb hier gewoon getrade. Kijk maar, het is erin gegaan en ik heb nu zoveel keer zoveel. Mooi toch? Mm-hmm. Ja, nou ja, dan kunnen ze het ook niet echt tegenhouden, lijkt me. Maar ik ben het helemaal met je eens hoor. Van bemoei je er niet mee. Dat is mijn geld en wat ik ermee doe. Nou ja, als je het netjes opgeeft waar je het vandaan haalt, dan maakt eigenlijk dat gaat ze geen zaak aan. Nou, alleen als je zolang je het maar netjes opgeeft. En dan, zou ik zo zeggen. Maar goed. Ja. Nou ja, wat dus wel een ding is wat ik aan het begin even aangaf. Ik heb mij eigenlijk, ik zit hier denk ik sinds 2016 op of zo, 15, 16. Ja, anyway, ik zat eerst op Bitplex. Maar ik heb me bij deze heb ik mij heel lang niet de verificatie gedaan, omdat ik nooit euro's instuurde. Mm-hmm. Ik stuurde eigenlijk altijd van exchanges dan andere crypto's heen en weer. Mm-hmm. En dat kan zonder KYC, kan je nu nog in ieder geval. Van Cracker naar hier en van hier weer naar KuCoin. En zo kan je ook wat verdelen. En crypto.com heeft ook zo'n card. En ja, je kan daar natuurlijk wel her en der wat neerzetten en wat mee doen. Maar ja, zolang je alles maar eerlijk en open deelt met de Belastingdienst, uiteraard. Dat wordt opgenomen. Dus ja. Nog andere vragen? Of opmerkingen. Overigens, ik moet het toch even zeggen. Niks van alles wat ik verteld heb is financieel advies uiteraard. Ja, ik heb nog wel een vraag. Als we kijken naar... Dit is een beetje meer advanced vraag volgens mij. Ik hoop dat ik hem goed kan stellen. De vraag. Als je bij Bitcoin wil gaan kijken naar zo'n... Die witte streep die jij hebt, dat die een soort van prediction volgt of zoiets. Dan heb ik ook ergens gezien op YouTube, maar ik kan dat dus niet meer herproduceren. Dus misschien kun jij me helpen. Dat hadden ze vanaf 2017 tot en met nu, hadden ze steeds al die punten waarop de Bitcoin het hoogst was. Daarvan een soort van prediction gemaakt voor 2021, waar het dan zou komen. Dit soort dingetjes of wat langere patronen nog, bedoel je? Ja, maar dan langere patronen en dan... Hij maakte uit zichzelf een soort van curve waar die dan zou eindigen in 2021 aan het einde of 2022. Rainbow chart. Hoe zei je? Rainbow chart misschien? Ja, of misschien van plan B, een model, stock to flow, maar...
even ter lering, hè, zo'n lijntje wat je hier ziet, dat is niet een voorspelling, maar een berekening achteraf. En dat zijn de meeste van de indicatoren. Als je hier klikt bij Binance, dan zie je technical indicators staan. Nou, dan kan je zoeken op van alles en je kan er ook gewoon doorheen scrollen. Nou, er staat van alles bij. Die in dit geval is het een moving average van 50. Dus hij gaat 50 candlesticks gaat hij pakken en dan gaat hij een voortschrijdend gemiddelde van berekenen. Nou, ik kan nog wel eens uitleggen wat het allemaal is, maar er zijn mensen die maken hele strategieën op het kruisen van bepaalde lijntjes. Van nou ja, als het voortschrijdend gemiddelde van de laatste dagen zo is en die van 200 dagen zo is, nou ja, dan moet ik wel instappen. Dat is heel positief. Of dan moet ik juist uitstappen. Nou, dat kan. Er zijn ook allerlei, in dit geval zal ik heel even een andere pakken, want het eurobit, je ziet, dat is wel grappig even, je ziet hier, ik heb hem nu eventjes op weken gezet, dus elke candlestick is nu een week, maar dan zie je maar dat de eerste week van Binance, die ze hebben, is, eind vorig jaar. Dus euro, bitcoin, dat paar heeft Binance nog niet zo lang. Nou ja, dat klopt, want je kon nog heel lang niet met euro's traden, maar dat was dan USDT bijvoorbeeld. Ja, dus als ik deze even pak, USDT, bitcoin. Maar dat kan best wel zijn dat het USDT was, want het was van een Amerikaanse. BTC. Die zal wat meer hebben. Kijk, hier zie je in ieder geval al. Dit is dan de piek van 2017 nog. Dus deze begint. Ja, in 2017 augustus. Dus ook nog niet. Natuurlijk, belangen na niet de hele historie. Ja. Ja, goed, je kan natuurlijk dit soort, dat noemen ze dan technische analyse, van nou ja, dit was een piek en dit zijn de pieken van nu zo'n beetje. Ja, wie weet waar die, als ik deze tijd weer toepas, waar die dan uitkomt. Dat kan. Dan kan je kan proberen resultaten uit het verleden toe te passen, te prognostiseren, of noemen te projecteren op de toekomst. En dat. Overigens, daar kan ik je ook van alles over vertellen. Ik heb wel een aantal cursussen technische analyse gedaan. Dus dan ga je met support en resistance werken, patronen herkennen, fractals, nou, allerlei mooie dingetjes. Maar het blijft uiteindelijk een soort gok met een onderbouwing. Van, nou ja, hij zou wel eens, als dit weer zich voordoet, of bepaalde patronen in de markt zie je vaak terugkomen. Deze is bijvoorbeeld heel, heel mooi. Dan haal ik deze even weg. Daar zal ik het dan ook bij laten, hoor. Want daar kan ik je letterlijk een hele cursus over geven. Mm-hmm. Het patroon wat je hier ziet, dat hij zo omhoog gaat, zakt, weer even omhoog gaat en dan weer zakt en dan afvlakt. Als je zoekt op Google op de Wall Street Sheet. Dit plaatje. Kijken of ik iets kan inzoomen. Nou, dit noemen ze de Wall Street Cheat Sheet, de Psychology of Market Cycles. Mm-hmm. Zie je ook, die gaat helemaal omhoog, en dan zakt die, dan gaat die weer even omhoog, en dan zakt die, en dan gaat die weer helemaal naar beneden. En dan zie je dat blauwe, dat is ook weer waar die hier begon, en dan komt de volgende cyclus weer. Dit is dus psychologie, hè? Het is iets gaat omhoog, dus er staan allerlei emoties bij. Van, oh, nou, het gaat weer goed, het gaat omhoog. En, oh, belief, nou, dit gaat goed, dit gaat hem worden. En fril, wauw, top. En hier, helemaal de piek. Ik ben rijk, we worden allemaal rijk, ik doe het goed. Ja, dan vervolgens stort het in. En dan komt hij nog even terug. Nou ja, oké. Okay. En dan zie je op een gegeven moment anxiety, denial, ik ontken het. Misschien dat hij nog wel terugkomt, panic, anger, woede, depressie. Nou ja, het is een heel grappig fenomeen, want ik ben ooit in 2013 begonnen in dit wereldje, toen de hele tijd eruit geweest en eind 2016 weer gestart. Dus de bullmarkt van 2017 heb ik heel goed meegemaakt. En ja, het werkt wel een beetje zo. Het is echt, en dit patroon zie je bij heel veel crypto's terug.
En ook bij aandelen overigens. Dus, dus niet, dus, ja. Dat zou zomaar hier ook weer het geval kunnen zijn. En dan is natuurlijk altijd de vraag, die zie je ook nog wel voorbij komen, waar zitten we nu? Zitten we nu bij Belief of zijn we al bij Euphoria met de huidige koers? Of zitten we nog maar hier? Ja, I don't know. Maar ja, goed, ja. Oké, okay. Ja, jouw vraag was eigenlijk, hoe kan ik dat reproduceren of zo? Maar ja, je zou inderdaad, die Rainbow Chart is zo'n soort projectie. Je hebt van Plan B, een Nederlander die heeft Stock to Flow, kan je een keer opzoeken. Heeft ook mooie plaatjes en ook met hele positieve prognoses. Maar ja, goed, het is een model, dus ja, het is pas waar als het waar is. Oké. Okay, laatste vraag nog, en zullen we dan afronden? Kan ik graag, Wesley. Nou, kom er maar in. En dat gaat eigenlijk over mijn Exodus-account. Daar heb je de mogelijkheid om steeds van Bitcoin-adres te veranderen. Ja. Dat kan je instellen als je dat wil. Mm-hmm. Nu heb ik bij mijn Nederlandse broker één Bitcoin-adres geverifieerd. Maar als ik hem nu steeds... kan ik daar nog steeds geld op Bitcoin op ontvangen? Ook al heb ik hem op steeds wisselend staan. Of geldt dat alleen voor de uitgaande, dat hij steeds wisselt? Je kan op een oud nummer wel ontvangen. Oké. Okay. Maar het hele idee bij Bitcoin was nou juist van je wil telkens een nieuw adres maken. Dat maakt het anoniemer, pseudoniemer, hoe je wilt. Maar ja. Alleen ja, dat staat natuurlijk haaks op wat de Nederlandse overheid nu doet met het goedkeuren van die wallets. Want dan zou je elke keer als je een nieuw adres genereert om op te ontvangen, zou je weer dat filmpje moeten maken en weer laten goedkeuren. Ja, dat wil je eigenlijk niet. Nee, precies. Maar een oud adres, als het goed is, werkt het volgens mij gewoon nog. Ik weet niet, Wim, of jij er anders over denkt, maar volgens mij blijft dat gewoon goed bestaan. Je kan natuurlijk wel een keer gewoon proberen het maar. Ja. Maar voor mij blijft normaal gezien moet je met oude adressen, die blijven normaal gezien werken. Bij Exodus, als ik mij niet vergis, blijft dat oud adres actief. Ja. Want zijn die nieuwe adressen gelinkt aan het eerste adres dat hij aangemaakt heeft. Ja. Nu moet je wel mee oppassen. Want als je van de partij waar je bitcoins van verstuurt, met te lage fee verstuurt, dan kan het zijn dat dat weken onder de weg is voordat je de bitcoins ziet toekomen. Ja. Ja, ik ga een voorbeeld geven daarnet. Ik heb het meegemaakt niet met de Exodus wallet, maar wel met de Electrum wallet. Daar was een verzending van bitcoin van een bepaald bedrijf die naar daar moest. Ja. En de persoon in kwestie had bij Electrum zijn tijdsvenster op 4 uur gezet voor dat specifieke bitcoin adres. Mm-hmm. Nu, de partij die de bitcoins moet versturen, die verstuurde die bitcoins maar pas als de koers laag was. Met als logisch gevolg dat die meer dan 4 uur weg was en dat die eigenlijk ergens in de lucht gingen, maar dat die dus eigenlijk door de blockchain weer moesten opgepikt worden en voldoende power moesten krijgen om goedgekeurd te worden. En dat is uiteindelijk wel gelukt, maar het heeft bijna een maand en een half geduurd om het in orde te krijgen. Maar ze zijn uiteindelijk toegekomen. Dus let daarmee op. En eigenlijk, Annette, zou ik niet weten waarom dat je constant van Bitcoin-adres op jouw Electrum, op jouw Exodus wallet zou veranderen. Oké. Okay. Nee, en nou even een kleine aanvulling. Je hebt je private key en je public key. En je public key, die verandert dus steeds. Maar ze zijn allemaal uiteindelijk afgeleid van je private key. En daar zijn ze mee verbonden. Dus je kan ze gewoon blijven gebruiken. Alleen, ja, idealiter zou je wel telkens nieuwe adressen genereren. Maar ja, dan heb je met die opnames van... verificatie, dat wil je niet. Nee, nou ja, dan zou je elke keer dat moeten gaan doen. Ja, daar word je ook niet goed van. Maar goed.
En over die fees gesproken, wat Wim zegt, dat klopt. Hè? Als je te lage fee hebt, dan kan het heel lang duren. Dan moet er maar net een miner zijn die hem oppakt. Je kan overigens wel later nog de fee ophogen als je dat wil. Er zijn manieren om, als je denkt van ja, maar soms bij een bepaalde transactie van jezelf naar jezelf bijvoorbeeld. Nou ja, dan wil ik hem wel eens laag zetten. Want het zou mij worst wezen of hij er 3 dagen over doet. Liever dan voor 5 euro dan voor 10. Well, ja, blijf een Nederlander. Maar, ik moet zeggen, Wesley, je kan het inderdaad oplogen. Ik weet, bij Electrum kan het. Maar ik weet niet of het bij Exodus kan. Oké. Want ik moet zeggen, bij Electrum hebben we dan uiteindelijk inderdaad de fee opgehoogd. En dan was hij binnen de week was het in orde. Ja. Goed, dames en heren, we zijn ondertussen 10:30 benaderd. Ik zou bij deze sowieso een welgemeend dank u wel aan Wesley willen zeggen om 2 uur van zijn vrije tijd vrij te maken om ons de eerste stappen en uitleg over Binance te geven. Nu, beste bezoekers van onze Zoom-kamer van vandaag, indien het gewenst is om nog boven bepaalde dingen dieper in te gaan, Wesley die heeft ook een eigen opleidingskanaal. Hij zal mij de link doorsturen. Indien het nodig is, kunnen we ook nog altijd een keer Wesley vragen om er nog eentje voor ons samen te doen in de Zoom. Maar je kan ook door gewoon bij Wesley op het opleidingsplatform gaan om daar dieper in te gaan over allerlei zaken. Ja, goed. Het is 10:30. Ik ga nu de opname stoppen.